Dames en heren, goedenavond. Allereerst mijn complimenten dat u terras, rosé, zon en strand hebt weten doorstaan, omdat u wist dat hier belangrijkere dingen vanavond gingen gebeuren. U zult niet teleurgesteld worden. Ik nodig u van harte welkom namens Access for All en namens uitgeverij Neg en van Ditmarsen. De laatste vertegenwoordig ik. Uitgeverij Neg en van Ditmarsen bestaat sinds 1837. Ja, ik herinner me die openingsjaren. Access for All, moet je eigenlijk zeggen, is pas van 1993, heb ik me net definitief laten influisteren. En de eerste vraag die u zonder computer mag oplossen is: hoeveel jaar ouder is Neg en van Ditmarsen dan Access for All? Het antwoord pas in de nazit. We hebben een heel boeiend programma met discussie, met een overhandiging van een boek, Medische Geheimen. Het eerste deeltje uit de reeks The Next 10 Years, dat Access for All en Neg en van Ditmarsen gezamenlijk hebben opgezet, waarmee de oudste uitgeverij en een van de jongste ondernemingen in Nederland elkaar gevonden hebben. En dat vind ik een buitengewoon plezierige samenwerking. Ik spreek nu mede namens de oprichters die dit in 1837 absoluut niet konden voorvoelen. En het bijzondere is dat wij elkaar hebben beloofd dat wij tenminste 5 boekjes hierna nog gezamenlijk gaan uitgeven. En elke keer zullen we dat doen met een min of meer spectaculaire presentatie waarvan dit de eerste is. Karen Spank is degene die de medische geheimen heeft opgespoord. Althans, het verhaal achter die geheimen op papier heeft gezet. Ik mag haar van harte uitnodigen om de rest van deze avond voor u te begeleiden. We zullen een paneldiscussie krijgen. We krijgen bijzondere filmpjes te zien van inbraken in ziekenhuizen. Er zal nog een woordvoerder van Access for All zijn. En er is ook nog een borrel gepland, kortom alle reden om flink hierbij te blijven. Mijn eerste vraag is: Karen Spank, waar ben je? Van harte welkom. Ga er mee. Eerst een klaar, dan overhandig ik niet aan jou, moet ik zeggen. Nee, dan overhandig ik niet aan jou. Oké. Of iemand de beamer kan aanzetten. Hadden we allemaal zo goed getest? Of de beamer aan mag? Techniek. Techniek is een tweezijdend zwaard. Het kan heel erg goed gaan, maar als het fout gaat, gaat het meestal ook erg fout. Zoals nu. Ja, vast. Kan iemand iets doen aan de beamer? Ja. Nou, dat geeft mij mooi de gelegenheid om de redactie te bedanken. Ik doe dit niet in mijn eentje. Want er zit een redactie achter. En die bestaat uit Suzanne Oudshoorn. Suzanne, waar ben je? Ja, daar is Suzanne Oudshoorn. Nick Liemper. Daar. Bob Overbeke. Daarachter. Corine Bakker. Daar. Mieke van Hezenwijk. Ook gezien. Ja. Annetta Willemsen. Ja. Waar? Ah, daar. Ja. En Doke Pelleboer. Daar. Ja. Goed, ik begin maar. Ik ben voorbereid. Dat heet redundancy, dat je altijd alles dubbel hebt. Dan kan je ook gewoon zonder de techniek beginnen. De bedoeling van deze serie is om de invloed van technologie op de maatschappij te verkennen. En daarbij willen we heel graag steeds onderwerpen uitkiezen die tot op heden in onze ogen onderbelicht zijn. In dit geval, dit is het eerste publieke debat over het elektronisch patiëntendossier. Er wordt al langer over gesproken. Maar er is eigenlijk nog nooit een publicatie geweest die voor het algemene publiek probeert uit te leggen hoe dat in elkaar steekt, wat de voordelen zijn en wat de nadelen zijn. Tot nu toe is bijna alles wat erover verschenen is in de vakpers gebeurd. En als je al iets in de krant las, was dat een soort voortgangsverslag, maar weinig een debat. Dus dat wilden wij heel erg graag. En ik denk dat dat ook redelijk is gelukt. Ja. Goed, ik doe het zonder. Wat we ook heel graag willen is bij dit soort, bij deze boekjes niet alleen een boekje maken, maar ook iets echt doen. In dit geval was dat een tamelijk spectaculaire hack. De daders zitten hier op de eerste rij. 1,2 miljoen patiëntgegevens, daar ging het om. Dat is wat we met die hack ineens in handen hadden. Nu zeggen mensen: ja, maar je kan toch papieren dossiers ook meenemen? Dat is waar.
Alleen 1,2 miljoen patiëntgegevens, naam, adres, telefoonnummer, woonplaats, patiëntcode, polisnummer, past hierop. En dat neem je wel heel erg makkelijk mee in je binnenzak. Hierop, 1 gigabyte, passen ook 12.000 patiëntendossiers. Het is heel erg makkelijk om het te kopiëren, in je binnenzak te steken of in je BH en weg te lopen. Dat doe je toch niet zo makkelijk met zoveel patiëntendossiers, papieren dossiers. Dat is het grote verschil. Wat je er ook mee kan doen, is ineens ze veranderen. De bloedgroepen omzetten, van rhesus positief naar rhesus negatief. Waarom zou iemand dat doen, vroeg iemand me vanavond. Ja, waarom maken mensen virussen die je computer ineens vernielen en de bestanden daarvan weghalen? Niet omdat ze daar een soort hoger doel mee hebben, maar gewoon omdat ze het kunnen. En omdat het in sommige kringen aanzien geeft. Dus het feit dat je erbij kan, betekent al dat er mensen willen opstaan die dat soort dingen gaan proberen. Medische spionage wordt steeds belangrijker, is mijn veronderstelling. Gezondheid wordt steeds belangrijker. Zieke werknemers zijn heel erg duur. Bedrijven worden voor grote bedragen verkocht. En als je kan aantonen dat een bedrijf veel zieke werknemers heeft, of dat bestuur dat je wil overnemen, dat daar nog wel iets in te doen is, dan kan je de prijs aardig drukken. Beveiliging is complex, duur en heel urgent. Urgent hierom. Het past hierop. Het probleem met de beveiliging van patiëntgegevens is dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat van Volksgezondheid eigenlijk geen extra geld wil uittrekken voor de ziekenhuizen en voor de huisartsen om deze plannen te bekostigen. De inspectie zegt dat ze geen eisen stelt aan de software. Die vindt dat de markt het moet oplossen. Het NICT is dat de invoering van het elektronisch patiëntendossier moet begeleiden en moet regisseren, zegt dat de zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gegevens. Dat betekent dat iedereen eigenlijk die ziekenhuis en die huisarts in de steek laat. Dat als het om de echte invoering bij hun over dat elektronisch patiëntendossier gaat, dat ze er helemaal alleen voor staan. Met ziekenhuizen kunnen we nog zeggen dat die wel een IT-structuur hebben. Ze hebben een afdeling, ze hebben hoofden, ze kunnen mensen inhuren. Maar hoe in hemelsnaam moet een enkele huisarts in een kleine stad dat gaan regelen? Daarnaast, het NICTIS kan wel zeggen dat de zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn. En formeel gezien is dat ook wel juist. Tegelijkertijd moeten zowel het ministerie als het NICTIS zich ook realiseren dat je nooit een veilige structuur kunt bouwen voor een landelijk patiëntendossier als je onveilige bouwstenen hebt, als het begin niet veilig is, als het bij de huisartsen niet veilig is en bij de ziekenhuizen niet. Daarnaast moeten alle beleidsmakers zich toch een keertje gaan realiseren dat elke extra functionaliteit die iedereen er maar wil instoppen, prachtige plannen hier. De twee leden van de Raad voor de Volksgezondheid die schreven anderhalve week geleden in Medisch Contact een bijna zelfdenkend elektronisch patiëntendossier. Al dat soort functionaliteit vergt allemaal nieuwe programmatuur eromheen en elke programmatuur eromheen maakt het kwetsbaarder. Er zijn andere technische problemen dan hacks. Zo'n hack is dan wel heel erg spectaculair, maar wat in de praktijk veel vaker gebeurt zijn andere vrij botte, banale dingen. Zoals virussen. We hebben vanavond het hoofd ICT van het Spaarne ziekenhuis. Dat heeft te maken gehad met een virus. En dat betekent in de praktijk dat de polykliniek moeilijk of niet bij de elektronische patiëntendossiers van de patiënten kon. Radiologieafdelingen in Nederland hebben verschillende keren al met virussen te kampen gehad. Anders dan het Spaarne hebben ze dat nooit naar buiten durven brengen. We hebben te maken met bugs in de software. De waarschuwing van de inspectie voor de gezondheidszorg op 19 augustus maakt dat duidelijk. Bij 200 medicijnen maakt een bepaald softwarepakket in de apotheek schreef een verkeerde dosering voor. En het ging niet om de minste medicijnen. Het gaat ook over foute invoer. Dat betekent de verkeerde identificatie van de patiënt, de verkeerde dosering, de verkeerde codering. En dat gebeurt ook heel erg makkelijk met elektronische patiëntendossiers, omdat je simpelweg misklikt. Of wat heel vaak gebeurt bij dosering, dan wil je Valium voorschrijven bijvoorbeeld en dan staat er achter 5 milligram. Wat dan vaak wordt opgevat als de te adviseren dosis. Terwijl het eigenlijk alleen maar gaat over de toedienbare dosis. Er zijn simpelweg tabletten van 5 milligram. Hoeveel had u er gehad willen hebben voor deze patiënt? Elektronische medicatiedossiers, dat is het onderdeel van het patiëntendossier waarin wordt bijgehouden wat iemand slikt en heeft geslikt. Allemaal elektronisch geregeld en bijgehouden. Het werken met elektronische medicatiedossiers is momenteel in oorzaak de vierde belangrijke fout waarom mensen in het ziekenhuis belanden vanwege complicaties met hun medicatie. Terwijl iedereen heel erg hoopt dat
het elektronisch medicatiedossier en het elektronisch patiëntendossier zullen zorgen voor minder missers in de zorg, is het EMD op dit moment een van de belangrijke oorzaken aan het worden. Een ander belangrijk probleem, de privacy. Los weer van hacks. Uiteraard moet je, als je voor alle patiënten in Nederland een dossier wil gaan bijhouden dat andere zorgverleners kunnen inzien, zorgen dat je unieke nummers hebt voor alle patiënten, voor alle burgers. Anders weet je niet wie, of heb je twee patiënten 00001. In de tijd bij de eerste discussies over patiëntendossiers is minister Borst daar heel stellig over geweest. We gebruiken niet het SOFI-nummer in de zorg. Het SOFI-nummer is daar niet voor bedoeld. Als we dat wel doen, dan werken we het gebruik van allerlei ongewenste koppelingen in de hand. Wat gebeurt er? We krijgen nu allemaal in Nederland in plaats van ons SOFI-nummer het burgerservice-nummer, het BSN. Dat burgerservice-nummer is niets anders dan weer exact hetzelfde getal als wat nu ons SOFI-nummer is. Maar dat gaat in verschillende domeinen, zoals het heet, gebruikt worden. Het wordt als SOFI-nummer gebruikt in de sociale en de fiscale context. Het wordt als onderwijsnummer gebruikt in het onderwijs. En het wordt als ZIN, zorgidentificatienummer, gebruikt in de zorg. Met andere woorden, wij gebruiken ons SOFI-nummer in de zorg. Dat levert het risico op van ongewenste koppelingen. En heel vreemd ook, maar tegelijkertijd in dit klimaat niet zo heel erg onverdacht. Begint de regering nu al te spreken over verruiming van de wetgeving en het gebruiken van het BSN voor de opsporing. Citaat. De inrichting van een overheidsbreed persoonsnummer is van belang om invulling te geven aan de wens naar betere mogelijkheden voor gegevenskoppeling ten behoeve van de rechtshandhaving en opsporing. Daarbij wordt gedacht aan een verruiming van de wettelijke mogelijkheden binnen de geldende Europese privacyrichtlijnen. Kamerstukken uit 2002-2003. Gegevenskoppeling ten behoeve van de rechtshandhaving en opsporing. Opsporingsnummer in de zorg? Is dat niet heel curieus? En er wordt gedacht aan een verruiming van de wettelijke mogelijkheden binnen de geldende Europese privacyrichtlijnen. Als je ziet wat nu de voorstellen zijn rondom de bewaarplicht, die hier radicaal ingaan tegen de Europese privacyrichtlijnen, staat ons op dat vlak wellicht nog het een en ander te wachten. Waar ik in mijn boekje onder andere voor waarschuw, is het misbruiken van databanken, DNA-databanken, die voor heel andere doeleinden zijn bedacht. Dan het gehannes over de toegang van de patiënt tot zijn of haar eigen elektronisch patiëntendossier. Op dit moment staat de software dat vrijwel niet toe. En persoonlijk zou ik ook zeggen dat dat niet meteen de eerste prioriteit zou zijn, omdat het nu eenmaal duidelijk is dat naarmate je meer mensen toegang wil geven, je de veiligheidsrisico's voor ongewenste toegang drastisch vergroot. Daarnaast is volstrekt onduidelijk tot welk deel van het EPD zo'n patiënt toegang zou moeten krijgen. Ook tot de werknotities van een arts. Is dat niet een beetje raar? Zou zo'n arts dan nog wel zijn eigen zorg erin op durven schrijven? Zijn aantekeningen bijhouden over mogelijke diagnoses? De overheid heeft daarnaast al geruime tijd plannen voor een zogeheten ENIC. Dat is de elektronische identiteitskaart. Dat wordt een biometrische kaart met daarop hetzij vingerafdrukken, hetzij gezichtsherkenning, misschien een combinatie van die twee. Bij ons paspoort, dat er ook zo uit gaat zien, is het argument steeds geweest dat het moest van Amerika, wilden onze Nederlandse burgers naar Amerika kunnen reizen. Voor het ENIC hebben we eigenlijk nooit een goed argument gehad. En toch, de overheid wil het heel erg graag. Een ENIC is niettemin duur. En daarnaast het grote probleem, er waren, citaat, onvoldoende identiteitsrijke diensten die de burger daarmee geboden konden worden. Totdat meneer Hogevors bedacht dat het ENIC hartstikke handig is om patiënten toegang te geven tot hun eigen patiëntendossier. Wat niet kan en wat een veiligheidsrisico is, maar los daarvan. Wij krijgen dus volgens minister Hogevors in 2006, oktober, een ENIC, een elektronische kaart opdat wij toegang kunnen krijgen tot ons eigen patiëntendossier. Toegang die nog niet is geregeld, met kaartlezers die wij helemaal niet hebben. Hoe moet je nou toch in hemelsnaam achter je computer over internet met zo'n elektronische kaart toegang krijgen tot je patiëntendossier? Hoe had hij dat gedacht? Niemand in de Kamer heeft er één woord over gezegd. Wij krijgen een ENIC 1 oktober 2006. Wat Hogevors daarnaast vergat is dat de overheid zelf al lang iets heeft ingevoerd om de elektronische autorisatie en identificatie van patiënten mogelijk te maken. Namelijk het DigiD, het digitale ID als identiteitsbewijs.
gebaseerd op dat SOFI-nummer op de BSN. Je kunt het aanvragen, je kunt er een wachtwoord op en een gebruikersnaam op zetten. En dat werkt, het is veiliger dan je eigen SOFI-nummer. Maar wij moeten aan de ENIC. Heel handig, waarschijnlijk ook vanwege ten behoeve van de rechtshandhaving en opsporing, om te citeren. Met het EPD, dat nog niet af is, maar waar we nu allemaal heel erg, of niet wij, waar heel veel mensen heel erg hard aan het werken zijn. We hebben het afgelopen half jaar 3 grote problemen gehad. Virussen bij het Spanen met een polykliniek die een week lang grote problemen had om te functioneren en die afspraken met patiënten moest afzeggen. Een softwarefout bij de apotheken, waardoor mogelijk 1 of 2 mensen zijn overleden en waarbij in ieder geval een aantal mensen veel te hoge doses van tamelijk zware medicijnen hebben voorgeschreven gekregen. En een beveiligingslek dat maakte dat de medische gegevens van 8% van de Nederlandse bevolking ineens beschikbaar waren voor mensen die er helemaal niet toegang toe hadden mogen hebben. De bescherming van de privacy in het EPD is zorgwekkend. Of de kwaliteit van de zorg verbetert, is niet meteen gegeven. Ik kan me voorstellen dat het dat wel doet. Tegelijkertijd, elke nieuwe techniek roept nieuwe problemen en nieuwe fouten op. Dus of in welk voordeel, wiens voordeel, welke kant het voordeel opvalt, is volstrekt onduidelijk. Tegelijkertijd maken we datagoudmijnen van ziekenhuizen. Van instanties die bijna per definitie een open karakter moeten hebben. Waar patiënten moeten kunnen in en uitlopen van afdeling naar afdeling moeten gaan. Waar bezoekers hun geliefdes en hun vrienden moeten kunnen opzoeken. Waar mensen naar de polykliniek moeten. Waar mensen met een receptbriefje in de hand of met een laboratoriumbriefje in de hand van de ene afdeling naar de andere moeten kunnen gaan lopen. Van die instellingen maken we op dit moment datagoudmijnen. Is dat verstandig? Is dat een taak die hen toebehoort? Is het een taak die ze aankunnen? Is het iets dat zich verhoudt met hun karakter? Daar hebben we nog niet over nagedacht. Waar we ook niet over hebben nagedacht, en ik vind dat echt een fout van de wetgever, dat we nog steeds een heel oud en in mijn ogen bijna oudbollig medisch geheim kennen. Het medisch geheim is nu een kwestie tussen mijn arts en mijzelf. Mijn arts kan mijn privacy schenden. Ik kan daarvoor naar de tuchtraad. Hij kan een berisping krijgen. Heel veel meer gebeurt er niet. Maar we hebben het niet meer over zo'n 1-op-1 relatie. We hebben het nu over de privacy van duizenden patiënten, honderdduizenden patiënten of 1,2 miljoen patiënten die in 1 keer worden geschaad door mensen die überhaupt niet tot die medische professie behoren. Maar bij het medisch beroepsgeheim hoort ook dat je je ten stelligste en ten uiterste inspant om die privacy van de patiënt te bewaren. Doen ziekenhuizen dat op dit moment? Doet het beleid dat wel op dit moment? Vragen die we nog niet hebben gehoord. Mijn voorlopige remedie zou zijn om privacy als uitgangspunt te nemen van het elektronisch patiëntendossier in plaats van alle mooie functionaliteit die iedereen wil. Allemaal toeters en bellen die even zoveel lekken en gaten maken waarin jongens zoals deze kunnen binnenkomen. Encryptie van alle ruwe data en verplichte encryptie van alle e-mail die heen en weer gaat over patiënten. Dat was de bedoeling, maar het is nog niet ingevoerd. Er zit 1 dame in de zaal die ermee bezig is, maar het is nog lang niet zover. Vooral ook het nadenken over de architectuur van ziekenhuizen en vooral ook van huisartsensystemen. Beter nadenken over hoe het opgebouwd is. En zorgen dat er mensen zijn die meedenken, in hemelsnaam. Want als het NICTIS zegt, het gaat ons niet aan, is dat niets anders dan het ernstig in de steek laten van mensen die het daadwerkelijke werk moeten gaan uitvoeren. Daarnaast liever een nood-EPD, een soort van waarneemdossier. Dat begint nu al te komen, dat is ontwikkeld, dat is in ieder geval kleiner en het werkt met beperktere datasets, zit minder toeters en bellen aan en heeft daarmee ook veel minder lekken, omdat het gewoon een kleinere applicatie is. Vooral ook passen op de plaats. Minister Hogevorst zei 1,5 jaar geleden, die invoering van het elektronisch medicatiedossier moest gauw. Als het niet goed schiks ging, dan maar kwaadschiks. Ik denk dat als het kwaadschiks gaat, dat we daar niet heel erg veel goeds mee overhouden. Ik wilde minister Elsborst, oud-minister Elsborst, zie je, dit is Freudiaans. Ik had liever gehad dat u het nog was, want het is me erg ik zou u naar voren willen komen. En het is een rottrapje, dus ik ga even hangen om u steun te geven. Als dat handig is. Ik heb veel beleidsnota's gelezen de afgelopen maanden en het viel me elke keer weer op. Het verschil in toon, het verschil in benadering tussen wat u in de tijd als minister overgeschreven heeft en wat ik nu lees. Het is nu allemaal heel pragmatisch, prozaïsch, maar het is ook plat. We kunnen bezuinigen, we kunnen dit, we kunnen dat. Zonder zorg over hoe je het nou precies aanpakt.
Het gedoe met het SOFI-nummer dat eerst door u zo stellig is afgewezen als identificerend nummer voor patiënten, is daar een goed voorbeeld van. Het is rubriekloos toch ingevoerd. Als dank voor het werk dat u heeft gedaan en in de hoop dat u misschien nog enig invloed heeft op uw opvolgers, geef ik u bij deze eerste boekje. Hartelijk dank. Inge Diekman, gespreksleidster van vanavond, zou mevrouw Borst in vraag stellen. Inge Diekman. Moet u erbij gaan zitten? Nee hoor, dat hoeft niet. Nee? Oh, oké. Okay. Als jij liever gaat zitten, dan gaan we zitten. Ik ben al oud, ja. Staat in mijn medisch dossier, dus namelijk enorm in geklungeld. Dus onze leeftijden zijn door elkaar gehaald. Wat voor bloedgroep heeft u? Nee. Wat is uw reactie op allereerst die hack? Nou, dat is spectaculair, maar niet echt verbazingwekkend. Want we wisten eigenlijk allemaal wel dat die systemen die toch niet deugdelijk genoeg in elkaar gezet zijn, zoals Karen ook aan heeft gegeven, dat die lek moesten zijn. Dat kon haast niet anders. U bent altijd voor versleuteling geweest, hè, van ja. Medische gegevens. Is losgelaten. Vindt u daarvan? Ja, het heeft iets te maken, dat heb ik begrepen, want ik ben niet zo'n digibeet als Wim Kok. Ik kan, ik weet wat je met de muis moet doen. U staat aan de wieg van de EPD, toch? Ja, zeker. Nee, maar ik werk zelf pas sinds 2002 met mijn eigen PC. Daarvoor mocht dat nooit van mijn secretaresse. Dus die zei, dan word ik overbodig, begrijp je? Maar goed, de toekomst als nieuwe hacker. Ik wou alleen maar even zeggen dat ik er zelf niet zoveel verstand van heb. Maar ik heb begrepen dat het ook iets te maken heeft met snelheid. Dat hoe je het heel erg veilig maakt en ook encryptie toepast. En ook alles monitort, iedere kleine databeweging, dat het hele systeem dan trager wordt en dat men daar dan weer moeite mee heeft. Ja, we zullen in deze hele problematiek keuzes moeten maken. Leven zonder risico bestaat niet, ook niet in de elektronische snelwegwereld. Maar de vraag is of de goede keuzes worden gemaakt. SOFI-nummer, Karen haalde dat al aan, dat wordt ontzorgnormen. Was u fel tegen? Ja, ik vind dat nog een overbodig extra risico inbouwen. Kijk, ik begrijp wel dat ook met een ZIN, een zorgidentificatienummer, zoals wij dat in de tijd hebben voorgesteld, dat daar natuurlijk ook op een gegeven moment wel weer eens knappe jongens komen die dan toch dat weer kunnen koppelen aan je BSN. Maar om nou meteen ook dat BSN, waar ook door die nieuwe wetgeving ook zoveel meer mee mag, om dat ook uit te strekken tot zorgdomein lijkt mij onnodig en bouwt gewoon een extra risico in. Ik zou in de huidige situatie zeggen, maak maar gewoon een zorgidentificatienummer en laten we het daar voorlopig eerst maar eens mee doen. Zegt u onnodig of zegt u ook gevaarlijk? Nou ja, risico's zijn dan gevaarlijk. Kijk, je kunt je natuurlijk afvragen waarom mensen van 1,2 miljoen mensen de bloedgroep zouden willen veranderen. Maar ja, zoals Karen ook zei, mensen doen soms die dingen, sommige mensen, omdat het kan. Omdat ze dat ook willen laten zien dat dat kan. En er zijn ook mensen tegenwoordig die het leuk vinden om de maatschappij op een of andere manier te ontwrichten. En dat kun je natuurlijk ook heel goed door met zorggegevens een enorme chaos van te maken. Met andere woorden, u zegt dat risico moet je heel serieus nemen. Ja, ik vind dat Karin een uitstekend boek heeft geschreven over die risico's. Ik zei al, ik ben zelf een beetje een digibeet, maar ik kon het van A tot Z begrijpen. Dat is dus echt een knappe prestatie van haar. Ik denk dat haar analyses ook goed zijn. En dat ook haar slotconclusie, dat we gewoon weer eens voor een dubbeltje op de eerste rang wilden zitten, zoals zo vaak in Nederland, dat hier ook geldt. Je moet er, als je het werkelijk veilig wil maken, zo'n EPD, dan moet je er meer geld in steken. Ik ben overigens nog steeds een groot voorstander van het EPD. Steeds meer patiënten worden door een multidisciplinair team behandeld. En met een EPD krijg je voor het eerst één geïntegreerd patiëntendossier van al die hulpverleners. Dat vind ik een prima doelstelling. Ik vind het ook heel goed als patiënten in hun eigen dossier kunnen. Trouwens ook misschien om de foute bloedgroep even te corrigeren. Maar gewoon ook omdat mondige patiënten die veel aan zelfregie moeten doen, hè, over hun ziekte, vooral als ze een chronische ziekte hebben, die hebben daar gewoon ook baat bij en recht op. Dus ik wil niet van het EPD af, maar we moeten het wat langzamer gaan doen, want we moeten zorgen dat we onderwijl zorgen dat het
zo veilig mogelijk is. En ik denk nooit dat het 100% kan worden. Maar bent u dan voor wat Karin pleit een soort nood-EPD? Dus alleen als je bij wijze van spreken niet kunt communiceren met de patiënt, dus dat je ook bepaalde gegevens nodig hebt, dus dat je de patiënt niet kunt vragen hoe zit dit, of bij wie moet ik aankloppen, dat je dan een EPD nodig hebt? Ja, ik weet niet of dat heel veel oplost. Maar nogmaals, dat is een gebrek aan deskundigheid mijnerzijds. Ik vind het zo grappig dat u dat steeds zegt. Want u als minister stond wel aan het begin van die EPD, ja, toch? Doet als minister neem ik constant besluiten van over dingen waar je geen bal verstand van hebt. Ja, nee, nu wilt u die microfoon, hè? Hoe denkt u dan over de besluiten die op dit moment uw collega minister Hogevors neemt? Ja, kijk, jij hebt als minister... Dit wordt de kop van een krantartikel, hoor. Ja, goed. Maar je hebt adviseurs en daar moet je op kunnen vertrouwen. En het nikt is, daar moet Hogevors op kunnen vertrouwen. Als die zeggen waar we nu mee bezig zijn, dat is veilig, dan moet het ook veilig zijn. Ik heb na het lezen van dit boekje daar twijfels over. En dan ben je als minister in de gevarenzone. Wanneer je ambtelijke adviseurs van je eigen directie, die zich met ICT bezighoudt, en je eigen instituut, wanneer die je... de zaak te zonnig voorspiegelen, dan kun je flink in de problemen komen. Ook in politieke zin, maar ook gewoon in feitelijke zin. Je moet, als die mensen zeggen, we hebben er verstand van, dan moet je dat kunnen geloven. Er zijn zoveel dossiers waar je mee werkt en waar je niet allemaal zelf iets van af kunt weten. Is Hogevors in deze de eindverantwoordelijke? Ja, politiek is die de eindverantwoordelijke. Die systeemverantwoordelijke, dat roept hij zelf ook altijd. Ik ben wel verantwoordelijk voor het hele systeem. Nou, als die elektronische snelweg daar zo'n integraal onderdeel van uitmaakt, is hij ook daar verantwoordelijk voor. Maar nou zijn er dus signalen dat het te snel gaat, terwijl hij het liefst het zo snel mogelijk wil doen. Wie moet dit dan oppakken, nou, als Hogevors het zelf niet doet? Ik weet niet of hij dat zelf niet doet. Hij had dat nog niet gelezen toen hij dat zei. Hè? En dit moet hij kunnen snappen. Ja. Nou ja, in ieder geval voldoende van zijn ambtenaren moeten dit kunnen snappen. En moeten zeggen, dit is toch wel erg serieus. Natuurlijk heeft dat hacker-experiment daar nog een extra lading aan gegeven. Van je kan zonder al te veel moeite, heb ik begrepen, in die ziekenhuisgegevens. Dat moeten mensen toch aan denken zetten. En dan moet het maar een jaartje later of misschien zelfs 2 jaar later. Ik vrees, niet alleen een kwestie is van later. Maar dat er gewoon meer geld moet worden besteed om die bouwstenen veiliger te maken. Ja, dus u zegt ook 2% van het ziekenhuisbudget is veel te weinig als dat aan de ICT. Ik heb gelezen dat bedrijfsleven er meer dan 10% in steekt. En zelfs daar gebeuren nog wel ongelukjes. Die 2% is vast en zeker te weinig. Mevrouw Borst, geef haar een hartelijk applaus. Dank u wel. Mag ik de mensen die ook daar een specialistische mening over hebben vragen om hier plaats te nemen? Die ken ik allemaal niet persoonlijk, dus die heb ik op een papiertje staan. Jan Vesseur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hier als eerste komt de Arjan Kamphuis, ICT-consultant. Heeft hij nou zijn stropdas omgedaan of niet? Nee. Frank Garnier van de Landelijke Huisartsenvereniging is de man hier helemaal achteraan. De enige dame in het gezelschap is Iris van Bennekom van de Nederlandse Patiëntenconsumentenplatform. U moet even kijken waar u gaat zitten, anders krijgen we straks een hele rare verwarring. En u ziet hier Michel Bouquet. Ik mag het niet. Hoe vaak bent u daar niet mee gepest, hè, Bucket? Ja, hoofd IXCT van het Spaarne Ziekenhuis. Als u het goed vindt. Dan ga ik niet hier zitten, maar ga ik u een beetje aankijken. Dat vind ik wel prettig. Allereerst Iris van Bennekom, om de patiënten draait het natuurlijk in de zorg. We vergeten het nog wel eens misschien. Maar wat is uw reactie op allereerst het nieuws van die hackers? Nou, dat was leuk. Het was geen nieuws. Wij wisten al dat dat kon. Dat was leuk? Dat was geen nieuws, ja. Want ik hack zelf ook wel eens vanuit huis en ziekenhuis in. En dat is heel makkelijk te doen, hoor. Dat is niet zo'n probleem. Maar, maar het is het boek, de analyse... Maar wacht even, ik ben helemaal flabbergast. Ja. Ik heb het warm, maar ik krijg het nu nog warmer. Je meent het serieus? Ja, ik meen het heel serieus, ja. Ik schrok. Nou, nee, niet, want wij wisten dit. En, maar het punt is, het is iets wat ook de grote zorg is vanuit het patiëntencollectief. Van wordt dat wel goed geregeld, die privacy en die veiligheid. En nogmaals, ook in navolging van de waardevolle oordeel van mevrouw Borst, het is een afweging die je als samenleving moet maken. Wat zijn de voordelen ten opzichte van de risico's die deze systemen met zich meebrengen? En wilt u dit risico nemen? Onder de huidige veiligheidseisen en privacybewaking niet. En het is een urgent moment. Er ligt sinds juni een brief van ons bij de minister dat wij ons ernstig ongemakkelijk beginnen te voelen over hoe dit onderwerp loopt.
En morgen heb ik daar een persoonlijk overleg met hem over. Dus het had op geen beter moment kunnen komen. Met Hogevorst? Ja. Heb je nog een boekje over Karin? Ik zou hem onmiddellijk meegeven. Ja. Die Karin, ja, vergeet je straks bij de borrel. Ja. Meneer Verseur. We lachen er wel, maar wat Iris in feite zegt van, we wisten het al, dit is een steuntje in de rug, dit is nog een keer een, alsjeblieft, wil je niet iets inschrijven in mevrouw Borstel? Nee. En dat u ook moet zeggen, of dat u hem later kunt overhoren of hij het gelezen heeft, ja. Mailen kunt u, ja, dat mailcontact heeft, ja. Maar het is in feite, we lachen er wel om, maar wat u in feite zegt, we wisten het al lang, dit is alleen maar goed omdat het nog een keer bevestigd wordt. Is dat ook de reactie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, meneer Verseur? Natuurlijk zijn wij ook ontzettend geschrokken dat het echt mogelijk is. We hebben vorig jaar een onderzoek gedaan, of 2 jaar geleden al, een onderzoek gedaan naar de beveiliging van ICT in ziekenhuizen en gezegd, het is slecht. Als dan na 2 jaar nog blijkt dat je zo makkelijk bij de patiëntengegevens kan komen, dan is het een hele schokkende zaak. Dus, als blijkt dat uw onderzoek niks uithaalt, wat vermoedt u dan dat dit handzaam te lezen boekje van Karin en het nieuws, wat toch links en rechts ook al opgepikt is in de publiciteit, zal gaan doen? Zal het meer gaan doen dan uw onderzoek? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik hoop dat natuurlijk van harte. Maar kunt u niet meer dan? Wat zijn onze mogelijkheden? Hè? Een ziekenhuis sluiten, dat ligt niet zo voor de hand als ze er niet voor zorgen dat ze de beveiliging niet op orde hebben. Wij hebben heel nadrukkelijk... U zegt het is de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Ja, precies. Mag ik even naar meneer Van Sparne ziekenhuis, meneer Bouquet? Is het de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis? Is dat terecht dat je de verantwoordelijkheid bij het ziekenhuis neerlegt? Dat hangt er vanaf hoe groot de complexiteit is. In de afgelopen jaren is de gegevenscomplexiteit enorm toegenomen. Je ziet dat je uit een fase komt waar heel veel papieren dossiers waren. Die worden opeens elektronisch. Beeldmateriaal wordt opeens elektronisch. Dus dat gaat met enorme investeringen gepaard. Dan blijft er weinig geld over, omdat we uit hetzelfde budget ook nog de medicijnen moeten betalen. Dus... op het moment dat er een keuze gemaakt wordt om iets te doen in ICT, is het meestal in innovatie en in mindere mate in beveiliging. Dat begint wat te komen, maar je ziet meer dat in die initiatieven wat betreft beveiliging voortkomen uit de inzet van de medewerkers, die hun best doen en hun avonturen eraan spenderen, dan dat het structureel een investering is van uit het budget of vanuit de overheid. Het klinkt heel amateuristisch overigens, hè, terwijl we het wel hebben over Denk dat... Als je kijkt naar het automatiseren in ziekenhuizen, dat ook nog relatief jong is. Ik denk dat het bedrijfsleven, als ik kijk naar mijn ervaring, 10 tot 15 jaar verder is. Dus meer ervaring heeft, meer slagen doorgemaakt. En nu die grote integratie van gegevens, want daar komt het eigenlijk op neer. Het probleem gaat zich voordoen op het moment dat je gegevens gaat koppelen, bestanden gaat koppelen. En dat zie je dus in ziekenhuizen heel erg. En nu landelijk begint het. Dan gaan echt de risico's doen. Ik bedoel, als er één maar huis... u zegt in feite, we hebben ook meer geld nodig. Ja. Alleen, het zit in één potje. Hè? Ja. Van dat extra medicijn bijvoorbeeld, ja. Of het extra bed, of ICT. Zou u willen dat er een extra potje voor komt, zodat u zelf niet gedwongen wordt om die keuze te maken? Ik denk dat als je dit soort slagen gaat doen, en die worden gelukkig vanuit de centrale overheid gestimuleerd om zo'n elektronisch patiëntendossier landelijk te krijgen, dan moet je ook in een soort actieplan dat centraal gaan financieren. En niet alleen door een NICTIS, dat op te zetten en daar een stimulerend effect vanuit te laten gaan. Maar dan moet je ook beseffen dat als je dat eist, dat je ook consequenties daarvan moet dragen. En daar moet je middelen voor vrijmaken. En die, zoals het nu voor staat, zijn dat veel te weinig middelen. Dat vindt u wel? Dat zijn te weinig middelen. Bent u voor het EPD, hè? Met uw ervaring? Want u bent van dat ziekenhuis, ja, die een virus in de computers had. Ja. Legt u nog heel kort uit wat er toen gebeurde met uw patiëntgegevens? Nou, de grap was, het virus was, en dat is altijd het erge met dit soort zaken, is een bestaand virus. Er bleek een aantal computers niet onderhouden te zijn. En dat blijken dan weer computers te zijn, niet waar juist de mensen op zitten met hun werk. Maar dat zijn computers die aan medische instrumenten hangen. En die worden door de leverancier dan gezegd, ja, liever niet een virusprotectie erop, want dan is de performance lager en dat soort dingen. En je krijgt altijd te marchanderen in je werk.
En dan komt er op een bepaald iemand en die stopt ergens een cd in of een stick en er blijkt nog iets op te zitten en dan verspreidt zo'n virus zich. En dat virus in ons geval deed niet zoveel wat betreft het vernietigen van data op 1000 machines of servers data vernietigen. Puur het belasten van het netwerk. Dus de schade, de performance was zo laag dat wij 5 dagen met man en macht hebben geprobeerd de boel overeind te houden. Dat ging en we zijn 1,5 dag plat geweest. En in die 1,5 dag, en dat is ook wel leuk om de relativiteit van dat elektronische te zien, hebben wij maar 10% van onze patiënten naar huis moeten sturen. Maar als je dan weer kijkt hoe laag de kwaliteit is voor het werk van zo'n arts in 2005, zonder elektronica, dat je terug moet schalen naar spoedgevallen, ouderwetse radiologiebeelden maken, foto ontwikkelen en bent al dat wil je niet. Bent u dan voor een EPD? U schetst tuurlijk, een hele onveilige tuurlijk. Situatie. Ja, nee, maar natuurlijk. Je moet die stap maken. En in die stap naar die verbeterde databeschikbaarheid, waardoor je veel meer patiënten kunt helpen. En dus al die verhalen van wachtlijsten en al dat soort dingen ook kunt aanvechten. Dan moet je stappen maken. En je loopt toch altijd wel tegen problemen aan. En dit is er één. U zegt het is een kwestie van tijd en geld. Ja. Arjan Kamphuis, ICT-consultant. Is het een kwestie van tijd en geld om een zo veilig mogelijk EPD te krijgen? Het is voor een deel een kwestie van tijd en geld. Zorg is een van de meest zeg maar, kennisintensieve sectoren die er bestaat. En de budgetten zijn ja, 2% of zo van het totaalbudget van het ziekenhuis. Dus het vergelijkt met allerlei andere sectoren, dan is het dus 5 keer zo laag, zeg maar even. Dus het is wat dat betreft niet zo verwonderlijk dat er dingen fout gaan. Maar wat er volgens mij nog veel ernstiger is, is dat het veel te laag belegd is in de organisatie. En bij het bankaire wezen is er iemand verantwoordelijk voor de beveiliging van de informatie. En die zit in de raad van bestuur of heeft daar heel direct toegang toe. In ziekenhuizen is het vaak veel lager belegd. En zo iemand die heeft dus al eigenlijk geen budget om al zijn werk te doen wat hij moet doen. Van de wetgever en van het ziekenhuis en van de artsen. En hij heeft ook niet de macht binnen de organisatie om veranderingen door te voeren. Krijg je dan daardoor ook een situatie waarbij eigenlijk niemand min of meer, niemand verantwoordelijk. Ik begrijp bijvoorbeeld in uw ziekenhuis niet goed wie nou uiteindelijk verantwoordelijk is. U weet zelf ook niet, toch? Nee, het is wel duidelijk belegd bij ons. Alleen als je de middelen niet hebt, dan houdt het snel op. Ja, maar en dan is het op papieren. Ja. Ja, als je nu kijkt, we hebben natuurlijk een aantal maatregelen genomen. Maar ook daarvan is weer de doorlooptijd een enorme handicap. Nou, dat heeft dus allemaal te maken met budget en macht. Ja. Als iemand echt macht heeft in de organisatie en dan zegt hij, jongens, we gaan nu een aantal andere dingen maar even niet doen, whatever. Maar dit is zo belangrijk, maak maar uit een ander potje middelen vrij of wat er ook gebeurt, er moet nu iets geregeld worden. Want we gaan niet patiënten dood laten gaan aan een computervirus. Wat en is het dan uiteindelijk mogelijk? Een veilige EPD? Ik denk wederom dat de banken of het ministerie van Defensie laat zien dat je best hele grote IT-infrastructuren kan hebben die redelijk veilig zijn. En waar in ieder geval een stuk moeilijker in te breken in is dan de dingen die we hier zien. En dat als er ingebroken wordt, dat het dan gedetecteerd wordt. Niks is 100% veilig hoor. Maar is uw vraag ook? Okay. Niks is 100% veilig, maar je kan wel ontzettend veel winnen. Door bijvoorbeeld als je een digitaal röntgenapparaat hebt, dat de computer waarmee die beelden uitleest, dat die dus niet plat kan gaan door een virus. Dat is bijna te triest voor woorden, zeg maar. En vaak zegt dan de leverancier misschien, ja nee, dat is onze computer, daar mag je niks aan doen. Maar als het plat gaat, ja, wie is het dan de leverancier die verantwoordelijk is als de patiënt overlijdt? Is daar nu duidelijkheid over? Dat is natuurlijk altijd de eindverantwoordelijke in het ziekenhuis. En u maakte net de opmerking dat u het amateuristisch vindt. En daar ben ik het ontzettend mee eens. Er bestaat al jaren een code voor informatiebeveiliging. En een automatiseerder die neemt zichzelf niet serieus als hij een baan aanneemt waarin hij daar niet volgens die code kan werken. Die code voor informatiebeveiliging is ook verwerkt naar een code voor de zorg. Het NEN heeft daar een speciale norm voor geformuleerd. En wat wij zien, dat is dat instellingen, ziekenhuizen, huisartsen enorm met hun hak in het zand staan om die norm te implementeren. Want dat kost tijd en dat kost moeite. Met andere woorden, ze willen gewoon niet meewerken aan het veilig werken. En dat is een kwalijke zaak. Niet. Ze hebben ook de budgetten niet. Ja, dan moet je dus ook niet automatiseren. Maar er is ook te weinig besef van de relatieve onveiligheid en de kans op onveiligheid. Dat besef is er nog in het debat, nog in de politiek, nog bij de beroepsgroepen. Iedereen heeft zoiets, het zal wel loslopen. Is dat bij de huisartsen ook zo, meneer Garnier? Ja, ik zie u instemmend knikken.
Want ik denk dat bij de huisarts vooral het accent heeft gelegen hoe ontsluiten we de informatie, niet hoe timmeren we dicht. Dus het is het volstrekt andere benaderingswijze. Wij zijn voortdurend bezig om te zorgen dat we bij elkaars gegevens kunnen. En dat kost al moeite genoeg als we dan ook nog eens tijd en geld moeten stoppen om van hoe moeten we het beveiligen. Ja, dat is als het ware, dat is een fase verder. Daar is de gemiddelde huisarts nog lang niet aan toe. Ja, maar dan loop je natuurlijk het risico dat beveiliging aan het eind zit. Terwijl het Dat, laten we zeggen, dat lijkt me al in de analyse van mevrouw Spijnk al behoorlijk aangetoond dat dat zo is. Ja, op gebruikersinterface niveau is het, laten we zeggen, redelijk beveiligd als de huisarts er zich aan houdt. En hij wordt geholpen op dit moment door het feit dat het allemaal over het algemeen nog stand-alone computers zijn. Dus laten we zeggen, het gevaar dat er grote hoeveelheden gegevens in één keer de deur uitvliegen is op dit moment nog niet zo groot. Maar juist, die huisarts zijn juist bezig om dat te koppelen en om die informatie beschikbaar te maken. En de patiënten die bij je komen, die willen dat ook. Die vraag, er zijn wel patiënten die aan mij vragen van ik ben nu met vakantie. En dan kan mijn collega huisarts, die kan in mijn database kijken. En ik vraag aan patiënten van mij, ja, maar als ik naar die dokter ga, heeft hij dan mijn gegevens? Ja mevrouw, die heeft uw gegevens. Ik heb nog nooit een patiënt horen vragen van hoe is het beveiligd? Het leeft niet. Nee, dat kan gaan leven. Dat kan gaan leven, ja. Zeker. Maar nog even die computers van die huisartsen. Want bij een ziekenhuis, ook al heeft een ziekenhuis te weinig budget op dit moment, heeft wel een fatsoenlijke IT-afdeling. Nou, die heeft mijn huisarts niet, geloof ik. Nee, de huisarts hebben geen IT-afdeling. Nee, maar dat betekent dat hij in feite geen... Of doet u dat als LHV? Bent u zich aan het voorbereiden op een specialistische steun voor die huisartsen? Ja, wij stimuleren het elektronisch communiceren. En wij stimuleren een zogeheten ASP-oplossing voor huisartsinformatiesystemen. En dat is? En dat eigenlijk betekent dus, doe die computer de deur uit en laat dat beheer en ook die beveiliging over aan mensen die er verstand van hebben. En dokter, gaat u vooral mensen beter maken. En dat ook een fatsoenlijke backup wordt gemaakt. Ja. Ergens anders op een goede plek. Backup maken, dat is dus iets waar een dokter zich wel zorgen over maakt. Want dat heeft te maken met die beschikbaarheid. Als die backup er niet is en er komt iemand en iemand trapt die voordeur in en haalt die harde schijf uit, dan is hij alles kwijt als hij geen backup heeft. He, dus dat besef, dat is er wel. Maar is het nogmaals, is vooral gefocust op hoe hou ik het beschikbaar en niet hoe timmer ik het dicht. Hoeveel huisartsen zijn er al die van regionale EPD's gebruik maken? Want die zijn er links en rechts al. In principe zijn er nog geen regionale, er zijn her en der wat pilots en wat experimenten. Hè, maar in principe heeft iedere huisarts zijn eigen computer staan. En nu, laat zeggen, ik denk dat het zo'n 7-8% is, wat van geavanceerde oplossingen dus gebruikbaar. Maar dat moeten dus huisartsen zijn die dat leuk vinden om dat te doen. En die moeten dan ook nog eens bereid zijn om extra in de buidel te tasten. Dat kost gewoon geld. Het klinkt heel vrijblijvend, hè? Terwijl het een vrij serieuze zaak is en in 2010 volgens meneer Hogevorst allemaal rond moet zijn. Nou, ik vind het helemaal niet vrijblijvend. Als huisartsen, laat zeggen, nu zoveel moeite doen om die gegevens te ontsluiten, omdat ze denken dat ze daardoor patiënten beter kunnen helpen. Vind ik niet dat je de individuele huisarts kunt kwalijk nemen, dat hij vreselijk hard gaat nadenken over hoe dat allemaal beveiligd moet worden. Die man is al blij, of die vrouw is al blij als die computer het doet. Wie moet het dan wel volgens u oppikken? Wat vindt u van het boekje van Karen Spijnk? Ik heb het boekje nog niet gelezen, maar ik heb de artikel... Naar haar boodschap als u naar haar geluisterd heeft. Ik denk dat mevrouw Spijnk een goede analyse pleegt. Dat betekent dus dat, wij worden van alles en nog wat zorgverzekeraars dwingen ons om bepaalde medicijnen wel of niet voor te schrijven. Nou, laten we zeggen, een paar eisen meer of minder en liefst ook nog een beetje geld erbij. En dat probleem is ook weer opgelost. Dus ik bedoel, dat vind ik een schijnheilig gedoe van waarom zouden er op dat punt geen eisen gesteld mogen worden. Wordt de zorg er transparanter door, meneer Verseur, zoals wordt gezegd? Onze visie is dat die niet alleen transparanter wordt, maar veiliger wordt. Ik denk dat er voor de patiënt... Veiliger? Ja, dat klinkt inderdaad tegenstrijdig. En ik was het ook niet eens met de opmerking van mevrouw Spijnk over het medicatiedossier. Maar waar nu op dit moment artsen medicijnen voorschrijven aan patiënten, zonder dat een andere arts... zonder dat die arts op de hoogte is van de medicijnen die door een andere arts zijn voorgeschreven. Dat is een gevaarlijke zaak. We werken met zo ingewikkelde medicijnen dat een patiënt ervan op aan moet kunnen dat wat een arts voorschrijft volledig bekend is en kan met de medicatie die de patiënt al gebruikt. Een elektronisch medicatiedossier, dat moet.
Dat is het eerste wat er vereist is. Dan maar wat mevrouw Spanjik zei was van, u zei, hè, tot nu toe, er worden te veel missers gemaakt. Kunnen we oplossen als we zo'n EMD-EPD hebben? En mevrouw Spanjik zei, ja, het EMD zorgt op dit moment juist voor de missers. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, dat is ook niet zo. Daar gaat veel meer veiligheid vanuit dan dat er fouten vanuit gaan. Natuurlijk zit er aan iedere automatisering ook fouten. Ja. Maar ze wil wat zeggen. Nee, ik vraag me af of in het dossier straks een gebroken been staat. Maar wacht even. De verwachting is steeds dat het zo ontzettend veel helpen aan medische missen. Maar het is in de praktijk heel zelden getest. Totdat in mei van dit jaar een groot artikel verscheen in de Journal of American Medical Association. Mensen die echt 3 weken lang in een ziekenhuis hebben gezeten en hebben gebivakkeerd. En dat is het eerste van. Op dit moment is de vierde oorzaak. Daarnaast de inspectie is in mijn ogen ook in de jaarverslagen. Die houdt bij welke medische missers er geweest zijn. En hoeveel mensen schade hebben opgelopen. Hoeveel mensen zijn overleden. Dat zijn in ieder geval qua overlijden gelukkig niet al te veel in Nederland. Het gaat om iets van 80 mensen per jaar. Dat is nog steeds te veel. Als je dat kan voorkomen is het heel erg mooi. Maar tegelijkertijd, de inspectie zegt, wij schatten dat er in werkelijkheid meer zijn, namelijk 5.000 tot 6.000. Waar zie je zo'n verschil in? Als je het zijn zulke irreële getallen. Nee, nu halen we een heleboel dingen door elkaar. Wij denken dat wij getallen die in Amerika genoemd worden over overlijden door ingrepen in de zorg, dat die in Nederland op ongeveer 6.000 doden neer zal komen. Dat zijn niet allemaal fouten, maar dat zijn dingen die niet goed gegaan zijn. Daaronder zijn er... Ja, dat is een verschil. Een fout is niet altijd een verwijtbaar iets. Er gaan dingen die we anders hadden gewild. En die zijn oplosbaar. Oplosbaar doordat we exact weten welke medicijnen iemand gebruikt. Waardoor combinaties van medicijnen beter toegepast kunnen worden. Daar zitten grote problemen op dit moment. Inderdaad wordt verondersteld dat er heel veel overlijden is door medicatiefouten. Veel meer dan ons lief is. En we willen daar heel graag wat doen. We willen de zorg veiliger maken. En wij denken dat de automatisering daar een stuk bij kan helpen. Is het uw ervaring, meneer Kamphuis, dat over het algemeen de computer het transparanter maakt? Transparanter in welke? Transparant zoals? Transparant voor deze mensen? Ja. Transparant voor wie? Voor de zorgverzekeraar bijvoorbeeld. Wat je nu natuurlijk ziet met de DBC's, dat zeg maar alle aandoeningen en behandelingen die een mens kan hebben in Nederland, die zijn genummerd. En de zorgverzekeraars die krijgen nu ook dat nummertje door, dus die weten nu zometeen in een redelijk detail. Ze wisten al redelijk detail wat je had, maar nu zometeen in nog meer detail wat mensen hebben. En dat was voorheen altijd niet de bedoeling dat ze dat wisten. Ze kregen de rekening van het ziekenhuis, dat werd dan betaald, maar ze hoefden niet te weten wat het dan precies was. En ze konden altijd al heel veel afleiden en daar werd dan waarschijnlijk niet te veel mee gedaan. Maar in de nabije toekomst, als er niet wat dingen gaan veranderen, dan weten verzekeraars gewoon alles van mensen. Hoe groot is die kans? Ja, dat weet ik niet. Ik durf daar geen getal aan te zeggen. Maar ik denk dat de slimme zorgverzekeraar die goede data mining toepast op zijn databases, die kan over het algemeen op het moment dat de patiënt zich inschrijft, al bepalen of het een patiënt is die geld kost of geld oplevert. Bent u daar niet bang voor, meneer Bouquet, dat de zorgverzekeraar uiteindelijk de winnaar is van zo'n EPD? Als ik het even negatief mag schetsen. Ik denk dat het de enige partij is die de winnaar kan zijn in die zin dat ze een economisch belang erbij hebben. Dat maakt de situatie natuurlijk heel anders. Ik ga ervan uit dat de overheid geen economisch belang heeft bij haar maatregelen. Een ziekenhuis heeft dat niet, maar een zorgverzekeraar wel. Die moet gewoon een risico afdekken. Wat is uw ideale EPD? Wat hoort er nou onder het EPD? Welke netwerken of welke instellingen moeten er dan en welke personen bij aangesloten zijn? Is dat gekaderd nu? Is dat duidelijk voor iedereen? U zit nee te schudden, mevrouw Van Bennekom. Maar hoe wij het nu uitvoeren? Ja, wat uw ideale EPD is? Ik denk, ik ben slechts de automatiseerder. Dat straks gaat zeggen. Ja, ik ben slechts de schoonmaakster die af en toe een sleutel erin gooide. Dat is overdreven. Wij supporteren natuurlijk de wensen vanuit een ziekenhuis. En een ziekenhuis is een bundeling van artsen, specialisten. Als je daar kijkt en ook de contacten die zij extern hebben en met andere collega's, dan ziet men duidelijk het nut van een zo breed mogelijk elektronisch patiëntendossier. Dus zoveel mogelijk gegevens erin samenvatten. Hoe je dat moet bereiken,
en hoe je dat moet beveiligen, dan komen wij in een discussie. Want het is niet zozeer een kwestie van wil je dat of wil je dat niet. Ik denk dat iedereen even met goede intenties ervan uitgaat dat dat wat moet opleveren. Wat we nu wel zeker weten, dat we wel gelukkig die stap aan het maken zijn. Wat we ook weten, dat we niet het geld ervoor uittrekken wat we moeten doen. En dat we niet de kennis inhuren of kunnen inhuren daarbij. En dat kan ook die check zijn van het hacken. Bij ons is dat niet gehackt, maar ik hoop over enkele maanden de jongens te kunnen uitdagen om eens bij ons een poging te doen. Hoeveel succes hebben ze dan, denkt u? Ik denk dat ze succesvol kunnen zijn, ja. Wat gaat u dan vervolgens met... Nou, met die gegevens kun je weer beter gestructureerd beschermen. En dat moet je op een bepaalde frequentie doen. Breng me even op het idee, meneer Verschuur. Is het niet handig om die hackers gewoon alle ziekenhuizen in Nederland te laten maken? Dat hebben wij 2 jaar geleden ook aan de ziekenhuizen gevraagd. Van, laat u zich wel eens hacken. Dat kan. En dat is een hele goede veiligheidstest. Laat u zich wel eens hacken. Ik ben bang dat al die ziekenhuizen plat op het bed moeten liggen omdat ze ziek zijn. Maar het is de ultieme test of je systeem veilig is. Dus waarom zou je dat niet laten doen? Maar u kunt dat als inspectie niet opleggen? Ik kan dat niet opleggen, nee. Nee, dat zou in een wet moeten staan. Meneer Garnier? Ja, ik zit even te denken van hoe kijk ik daar nou tegenaan? Toen we nog gewoon een papieren dossiers hadden, dan was het zo laag. En ja, daar past hij op als een goed huisvader. Je zette dat ook niet in een 30 centimeter dikke kluis. Maar er waren wel van overheidswegen, bijvoorbeeld voor apothekers, de opiumpreparaten. Die moesten achter slot en grendel. Dus laat zeggen, als het maar belangrijk genoeg is, komen er dus veiligheidseisen. Dus ik vind het dus echt een politiek probleem dat er dus eisen gesteld moeten worden. Welke gegevens moeten in welke mate beveiligd worden? En dan kan je de discussie over hoeveel mag dat dan kosten. Hè, maar eerst moet je dan dus toch met elkaar uitmaken van nou, wat moet beveiligd worden? Hoe zwaar moet het beveiligd worden? En hoe verder interfereert dat met de beschikbaarheid van de gegevens? En wat zegt u dan als huisartsenvereniging? Wat moet volgens u beveiligd worden in dat EPD? Als het zo inderdaad zo is dat alle huisartsen dus een verbinding hebben met een landelijk schakelpunt, of dan voor de medicatie, voor het totale dossier, dan zal dus ook op dat niveau zal er ook een beveiliging moeten plaatsvinden. Ik vind het een heel onplezierig idee dat Jan en alle man bij de patiëntgegevens van mijn patiënten kunnen komen. He, daar zullen we wel navraag naar doen. Maar het zijn dat meer autorisatieproblemen dan dat het nou, laten we zeggen, beveiligingsproblemen zijn. Autorisatieproblemen zijn dus dat je wil zorgen dat de mensen die de gegevens nodig hebben, dat die er ook bij kunnen. En de mensen die er niet in thuis horen, dat die er niet in thuis komen. Maar iemand met criminele bedoelingen, ja, daar heb ik geen verstand van hoe je die buiten de deur moet houden in dit soort dossiers. Maar de patiënt die wil uiteindelijk van die huisarts, dat zijn gegevens bij die huisarts veilig zijn. De beschikbaarheid, dat staat bij de patiënt voorop. Ja. Maar veiligheid uiteindelijk toch ook? Nee, u zegt echt van niet, mevrouw Van Bennekom. Ik hoor dat verbaast mij, hoor, mevrouw Van Bennekom. Nee, dat is het grote probleem. De beschikbaarheid staat voorop. Maar het bewustwording over de veiligheid en dat goed geregeld moet zijn, is heel erg laag in Nederland. Nee, we hebben onderzoek en 90% van de mensen denken dat hun gegevens gewoon overal beschikbaar zijn en vinden dat een prima idee. Terwijl als u ze voorlegt dat een bloedgroep veranderd kan worden, dat bijvoorbeeld het voorbeeld wat Karen Spijnt noemde, de gezagsziekte van de vrouw die niet bekend was. Men projecteert dat nooit op zichzelf. Je gaat pas nadenken over die situaties als het jezelf overkomt. En daarom, en dat ben ik met de heer Groenier eens, is het een politiek debat om te zeggen, er moeten veiligheidseisen zijn en de autorisatie en de toegang moet ook door de patiënt persoonlijk in principe worden geautoriseerd en gezegd, dat wil ik met mijn gegevens en dat niet. En wij pleiten er nog steeds voor om elke burger in Nederland een brief te sturen waarin staat, wat wilt u en wat wilt u niet en dit zijn de risico's. En dan is het toch, en met alle respect voor de huisartsen, de grote vrienden van de patiënt, maar in Twente zeggen de huisartsen dan, we zetten het wel in een huis-aan-huis blaadje en als niemand reageert, dan regelen we het gewoon. En dat vind ik dus een veiligheid die je niet moet accepteren. Ja, u zit erom te lachen, meneer Garnier. Dat betekent dat u het herkent. Nou, dit is echt een huisartsenoplossing. Daarom moet ik ook lachen. Maar daar ligt voor ons dus wel binnenkort het breekpunt. Hè? Als dat niet zo geregeld wordt, hè, dat in ieder geval mensen in staat gesteld worden aan de donorregistratie in Nederland om zelf
te accepteren of niet te accepteren dat het leven en ook de internetleven risico's kent, ja, dan houdt het toch echt op, hoor. Maar dan leg je het dus bij de patiënt neer. Kijk, de eisen aan het kader, de veiligheid en de privacy, dat is een politiek debat. Als dat er ligt, dan moet het nageleefd worden. Maar de naleving, je kunt niet achter elke huisarts of elk ziekenhuis een politiemacht zetten die dat de hele dag controleert of dat klopt. Het is leuk als er eens gehackt wordt, dan kunnen we het weer zeggen het klopt of het klopt niet. Maar fouten en dit soort dingen, dat blijft gebeuren. Dat risico moet je als samenleving wel of niet accepteren ten opzichte van de voordelen die het gemeenschappelijk delen van informatie kent. En ook, dat zie je toch in systemen die wij gezien hebben in de wereld, daar waar patiënten op een andere manier met hun zorgverleners kunnen communiceren en zelf ook dingen kunnen controleren, bewaken, meedenken over het zorgproces, dat heeft grote voordelen, maar het neemt niet weg dat er ook risico's zijn. Die risico's moeten we niet wegvegen als dat komt nog wel eens een keer. Ja, en ik vind ook absoluut dat je elke burger als volwassene moet aanschouwen. Maar laatst zei iemand die in een ziekenhuis werkte, toen hadden we het over basisverzekering enzovoort, die zei tegen mij, joh, tuurlijk, vrije keuze is leuk, maar als die ene kan scoren met een plasma-tv-scherm en er is niemand ziek op dat moment in zijn gezin, dan kiest... Dus, kijk, waar gaat ze heen? Ja. Maar wat ik maar wil zeggen is, op het moment dat er niemand ziek is, dus de noodzaak er niet is om voor een dure verzekering te kiezen, of dan zullen ze die 100 euro liever in een plasma-tv-scherm stoppen dan in een extra verzekering. Wat ik maar wil zeggen is, moet je het bij de patiënt neerleggen? Dan heeft u het over se. Ik heb het nu. Nee, maar wat ik bedoel is, moet je het risico. Wel of niet dat gaat doen, moet je dat niet bij een deskundige neerleggen. Maar je moet wel mensen de gelegenheid te geven om te zeggen, ik wil dat risico niet nemen. Ik zie mevrouw Borst, ik kan niet bij u, want er staat een enorm groot bloemstuk. Tenzij, oh kijk. Is het uw bruidsboeket? Nee, hè? Bent u het daarmee eens met mevrouw Van Bennekom? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Wat zij hier verdedigt is het recht van de mondige patiënt om te zeggen, ik neem dat risico. Want ik vind de voordelen zo groot, nou ja, vooruit dan maar. Maar sommige mensen zullen zeggen, ik hecht aan een complete 100% veilige bescherming van mijn gegevens. Betekent overigens wel dat de gegevens van die patiënt dus uit het systeem verwijderd moeten worden. Nou, wat ik me dus afvraag, of je elke burger echt als mondige patiënt mag zien. Op het moment dat de noodzaak er is, dan ga je nadenken. Als die noodzaak er niet is in de huidige tijd, je moet over zoveel dingen nadenken en keuzes maken, dan doen we dat liever niet. Dat bedoelde ik met die verzekering. Ja, maar een mooie aanleiding is inderdaad een Tweede Kamerdebat. Ik ben heel erg teleurgesteld in de gebrek aan begrip in de Tweede Kamer, want er is een debat geweest over die veiligheid. Het enige wat ze gedaan hebben is Hogevorst aanmoedigen om sneller een EPD te realiseren, liever vandaag dan morgen. Het leek wel of er niemand in de Kamer zat die maar enig idee had van veiligheid en de risico's van gebrekkige beveiliging. Maar goed, er komt straks weer een Kamerdebat of naar aanleiding van een of ander voorstel. En dan is dat toch wel een goed moment om de burgers toch eens even wakker te schudden. Meneer Verseur, nog even dat SOFI-nummer. Het BSN. Ja, dat BSN. Ja, ik noem het maar gewoon SOFI-nummer, wordt uiteindelijk het zorgnummer. Dat is toch zo? Ja, dat geloof ik niet helemaal. Nee? Maar er is niet voor niets een andere draai aangegeven. En het is niet voor niets alleen maar het SOFI-nummer wat veranderd wordt in een BSN. Er is meer aan de hand, maar de exacte wetgeving ken ik niet op dat punt. De exacte wet, moet die er dan niet zijn eigenlijk, die exacte wetgeving? Die is er nog niet. De wetsvoorstellen die moeten nog worden ingediend. Maar ze zeggen al hoe het eruit gaat zien, maar de precieze formulering, dat moet nog worden besproken in de Kamer. Precies, die ken ik. Hogevorst zegt ook, ik ben te laat aan mee en wat ook. Of tenminste, men is te laat aan mee in het kabinet. Maar dit is een goede ontwikkeling of dat uiteindelijk niet datgene wat mevrouw Borst voorstond, een apart zorgnummer, er niet doorgekomen is? Waar het om gaat, dat is dat patiënten uniek te identificeren zijn. En dat kan niet anders dan met een nummer. En welk nummer je daarvoor gebruikt, ja, dat is ook een politieke keus. Of dat hetzelfde nummer is dat wat ook in de sociale wetgeving wordt gebruikt. Ja, dat vind ik op zich niet zo relevant in deze discussie. Waar het om gaat, dat is dat we, als we een EPD willen, als we willen communiceren over een patiënt, dan heb je een mogelijkheid nodig om te kunnen communiceren. En dat kan alleen aan de hand van een uniek nummer. U vindt het ook niet relevant? Hè?
Jawel, het is altijd een heel relevant punt ook geweest vanuit patiëntencollectief. Zei het dat we er inmiddels ook van overtuigd zijn dat het voor veiligheid niet helpt. En dat is wel een, punt. Op zich, er zijn ook in systemen in het buitenland unieke nummers. En als je dan toch kijkt wat dat voor onveiligheid met zich mee... Als je dus het kader om het nummer heen wettelijk en qua veiligheidskader niet regelt... dan is het eigenlijk niet van belang of je nou 1 of 2 of 3 nummers hebt. Want technisch koppel je die relatief eenvoudig zo aan elkaar... dat je door de tijd heel snel wordt ingehaald. En het risico van het gebruiken van meer nummers... is dat mensen onwetend worden gehouden in een schijnveiligheid. Dus ik vind het risico van misbruik van het BSN natuurlijk levensgroot. Laat dat voorop staan. Maar ik vind het een schijnidee dat je met een tweede nummer die veiligheid wel kunt bieden. De veiligheid moet gewoon geregeld worden rond het gebruik van medische gegevens tussen zorgverleners en met de patiënt. En hoe we dat doen op internet. En daar moeten we strakke afspraken over maken. Die moeten nageleefd worden. En daar moet ook rechtspraak op kunnen plaatsvinden. Die misbruik gewoon bestraft. U zegt ja, meneer Kamphuis. Ja, ik denk dat je echt gewoon wederom in de financiële wereld, dan zijn er gewoon normen voor banken waar ze zich aan moeten houden als het gaat om informatiebeveiliging. En als ze zich daar niet aan houden, dan krijgen ze echt ongelooflijk gedonder met de Nederlandse bank. En dat zijn echt geen misselijke dingen. En die normen die gaan ook, die zijn wat concreter, zal ik maar zeggen, dan de... Ik heb de NEN-norm 7 nog wat 75. Van de NICTIS-site. Ik heb hem gedownload en zat in die documenten zitten grasduinen. En er stonden allemaal hele wijze woorden in, maar veel daarvan vond ik ook vrij academisch. Dus er stond wel ergens dat backup heel belangrijk is. Maar wat dan precies, stond allemaal niet. En ik ben in menig ziekenhuis gekomen waar de backup tape gewoon in de machine blijft zitten, zeg maar. Die norm. Wat ik dus mee bedoel is... Het is dus op zich wat er in zo'n norm staat, dat backup heel belangrijk is hartstikke waar. Alleen als er verder niks in staat wat het dan allemaal behelst en dat het misschien een goed idee is om die tape A uit de server te halen, maar liefst in een heel ander gebouw te bewaren, in een brandvrije kluis, dan is het dus gewoon academisch. En maar is dat het probleem niet ook niet? Valt dat uiteindelijk te dichten? Ik zat laatst een forum voor over ook een prachtig nieuw softwareprogramma. Dat kon alles, dat koppelde alles. Het bedrijf zou daardoor ook meer winst kunnen behalen. En toen op een gegeven moment zei iemand in de zaal, maar bij ons werkt het niet. En waarom werkt het dan niet bij u? En toen zei hij heel simpel, er is mij niks gevraagd en ik ben de gebruiker. Ja. Oftewel, die systemen kunnen natuurlijk van alles prachtig en je kunt het op papier dicht timmeren. Maar als je moet dus goede normen hebben gebaseerd op de praktijk en die moet je testen. Precies. Die moet je tegen de werkelijkheid testen. En periodiek. En als daar dus vervelende dingen uitkomen en het blijkt ook dat mensen bijvoorbeeld nalatig zijn geweest, dan moeten daar sancties op zitten die wat steviger zijn dan alleen maar een foei. We willen altijd allemaal heel lief voor elkaar zijn in Nederland. En hoe fout moet het gaan, zeg maar. Ik denk een beetje aan Enschede en al die andere dingen die er wel eens fout zijn gegaan in Nederland de afgelopen halve eeuw. En iedere keer als je dan achteraf de parlementaire enquête leest, dan blijkt dat men het al 10 of 20 jaar zou aankomen. Dat is vanaf de watersnoodsramp tot en met Enschede en alles ertussenin. Maar voorspelt u een parlementaire enquête, als we nu doorgaan zoals men nu doorgaat? Er is al eerder door allerlei mensen geroepen dat het niet goed is. Voor ingewijden is het niet mega nieuw, dit boek. Maar het is wel heel toegankelijk voor heel veel mensen. En voor heel veel andere mensen is het hopelijk wel nieuws en worden wakker. Als er over een jaar inderdaad iets gebeurt in een ziekenhuis en er vallen 30 doden, of in 2 ziekenhuizen of in 10 ziekenhuizen, je kan je iets vervelends verzinnen. Ik weet niet, zijn dan al die ziekenhuizen verantwoordelijk of is dan toch niet ook de minister een beetje die is, een boze motie moet hebben? Maar dat helpt dus niet, want dan zijn die 30 mensen al dood. Maar verwacht u, als je op de weg doorgaat zoals die nu ingeslagen is, dat er ooit een parlementaire enquête komt? Ik verwacht dat het dooien van een parlementaire enquête vind ik eigenlijk nog niet zo belangrijk. Want ook dat metafoor, helpt achteraf hè? Zo weinig, Maar ik verwacht dat het een keer echt fout gaat. Wat moet er dan nu gebeuren volgens u? Want het heeft ook voordelen, het EPD. Ik ben absoluut voor het gebruik van IT en informatiesystemen in de zorg. Alleen niet op de huidige manier. Ik denk dat je het echt... volgens het NICTIS hebben we 90.000 ziekenhuisopnames door allerlei dingen die fout gaan. En zij relateren dat onder meer aan IT. Ik weet niet hoeveel procent daarvan
komt te overlijden, misschien 0,5% of 1%. Dan heb je het dus over evenveel doden als door het verkeer in Nederland op jaarbasis. En de kosten zijn iets van 2 miljard voor de samenleving. Het budget van NICTIS is volgens mij 10 miljoen. Dan ben je dus het probleem niet serieus aan het nemen. Dat is gewoon een joke. En het NICTIS is zeg maar een beetje buiten de ministeriële lijn geplaatst. Als ze, mochten zij spectaculair falen, dan zit dat op veilige afstand van de minister. En ja, wederom, ik snap, waarom is er niet een of andere directeur-generaal op het ministerie van VWS verantwoordelijk hiervoor op dagelijkse basis en wordt de minister één keer per maand of één keer per twee weken bijgepraat en slaat hij met zijn vuist op tafel en vraagt hij waarom is dit nog niet gedaan, waarom is dat nog niet gedaan? En de budgetten van 0,5 miljard per jaar om een probleem van 2 miljard per jaar plus 900 doden op te lossen lijkt me niet onredelijk. Nee, u zegt er moet een beter budget op wat er eerder is gemeld vanavond. En een duidelijke verantwoordelijkheid, juist, zeg maar. In de hoge En dus in linies. De hoge regionen. Ja, maar toch denk ik dat het bij de instellingen zelf ligt. U geeft aan dat de banken... Maar die kunnen dat niet. De banken hanteren... 115 ziekenhuizen gaan dit probleem niet oplossen als ze allemaal het eigen deal moeten uitvinden. Gaat niet gebeuren. Nee, maar dat hoeft helemaal niet. De banken kennen een norm voor informatiebeveiliging. De zorgwereld heeft exact dezelfde norm. Dat is gewoon de code voor informatiebeveiliging. Kunnen we niet waarmaken. En die is zelfs toegeschreven op de zorg. Die NEN-norm, die 7510, is speciaal aangepast voor de zorg. En nog... implementeren ze hem niet. Ja, dat kunnen ze niet. Daar hebben ze niet de mensen en de middelen voor. Dat is een ander verhaal. Ja, nou ja. En dat betekent dat het inderdaad een politieke keuze is om daar de mensen... Waarom zeg je dat is een ander verhaal? Omdat het een keuze is om daar de mensen en middelen niet voor beschikbaar te stellen. Dat is een managerial verhaal. De raden van bestuur van ziekenhuizen moeten inzien dat willen ze voortgaan met hun automatisering, zij meer mensen en middelen vrij moeten maken voor die beveiliging. En daar hebben wij ze twee jaar geleden nadrukkelijk op geweest. Ik denk niet dat je dit probleem door 115 ziekenhuizen moet laten oplossen. Ik denk dat je het één keer goed moet oplossen. In plaats van 115 keer. Dat heet toch een landelijk EPD? Ja. Als je nou toch een landelijk EPD bouwt, bouw dan gewoon één goede. Die kan je ook goed beveiligen. Daar kan je 24 keer 7 bewaking op zetten. Zodat als er iemand inbreekt, dat ze het binnen een minuut weten. En niet twee weken hacken. En maar dat is hetzelfde als zeggen we bouwen één ziekenhuis in Nederland. Is dat zo? Nou, dat is serieus. Een ziekenhuis en data gelukkig. Ja, nou, het probleem waar je dus op terugkomt, het is politiek een erg onpraktische kwestie om zoveel geld te moeten gaan schuiven van de ene post naar de andere. Dus wordt het probleem bij de ziekenhuizen neergelegd. En die mogen dan kiezen of ze het in de zorg stoppen, of ze het in de zorgverbetering door ICT stoppen, of de beveiliging. En dan heb je het politieke probleem mooi afgewenteld. En al die kleine ziekenhuizen kunnen samen natuurlijk nooit die vuist maken. Je hoopt toch niet in Nederland dat opeens die ziekenhuizen zeggen, oké, die banken, we pakken die norm, we gaan op 12% van ons vermogen even investeren in de ICT. Er gaan een paar honderd doden vallen, want ja, daar hebben we geen medicijnen voor, want dat stoppen we in de beveiliging. Dan komt het wel opeens op de politieke agenda en dan wordt er geld vrijgemaakt om nieuwe medicijnen te kopen. Ik denk niet dat dat... Gaat u morgen mee met mevrouw Van Bennekom? Ik weet niet. Zelf wel, maar... kijk, want laten we even helder... Ik vind het een prachtig betoog hoor. En het is altijd allemaal waar vanuit dat perspectief. Maar uiteindelijk, waar we nou jarenlang om vragen van... Oké, het verhaal wat Kamphuis ook aangeeft van... Als het dan goed moet zijn beveiligd en als het unaniem moet zijn... Kom dan als collectief van ziekenhuizen, als collectief van huisartsen... Met de berekening van wat er moet gebeuren tegen welke kosten. En dan is het een politieke keus. En ga niet met 115 ziekenhuizen zitten kijken in je budget of je procenten kan schuiven. Want dan krijgen we zo'n debat, dat heeft geen zin. Nee, zeg gewoon voor het veilig invoeren van datasystemen en het onderling communiceren via de elektronische snelweg in de zorg, hebben we X nodig. En dan is het een besluit aan de Tweede Kamer, aan politieke partijen, om dat wel of niet te doen. Maar tot op heden hebben we nu al politieke besluiten. Maar die onderbouwing heb ik nog nooit gezien. Dat blijft het probleem. Goed, dan en dan krijg je dus nog even waarom is de onderbouwing van de huisartsen er nog niet? Nou, die is er. Die is al jaren bekend. Die is al, maar laat zeggen, als je gaat vragen over mogelijkheden. Dan is er 0,0 mogelijkheden. Dus die weg hebben wij verlaten. Maar u zou het mij nog opsturen en ik heb het nooit gekregen. Dat is er. Hij heeft het verspreid in een huis-in-huisblaadje in Twente. Onze eerste zorg gaat er toch uit naar de individuele patiëntenzorg. En niet laat zeggen, naar het oplossen van het beveiligingsprobleem. Maar het...
de huisartsenvereniging landelijk gezien heeft zeer zeker wel een idee over en ook wel eens berekening op losgelaten van ja, wat is er nou nodig om dat laten we zeggen, in één keer goed te doen. Dan krijg je weer een ander probleem. Lang niet alle huisartsen zijn ook fysiek en psychisch geëquipeerd om dat op te pakken. Dan is de enige oplossing is inderdaad al die automatisering echt buiten de deur te doen. Dat de enige oplossing is. Mag nog even een rondje. Mevrouw Van Bennekom, u gaat morgen naar meneer Hogevorst, ja, hè? Ja. Ja. Ja, dat is fijn. Neem me pas bloemen voor hem mee. Mag ik u allen even vragen welke boodschap u graag mevrouw Van Bennekom mee wil geven voor meneer Hogevorst? 2010, haalbaar? Haalbaar, mits je de middelen ervoor wilt inbrengen. De middelen, en die zijn, heb ik begrepen, aan de hand van de norm makkelijk uit te rekenen. U bent wel nog steeds voor dat? Absoluut. Oké. Okay. Meneer Kamphuis? Haalbaar van 2010. 2010 is al best wel dichtbij volgens mij in beleidsland. Maar het is denk ik wel haalbaar als je de middelen ervoor inzet. En middelen, dat is dus aan geld. Maar minstens net zo belangrijk politieke leg om dus enkele honderden eilandjes en koninkrijkjes in Nederland desnoods maar af te breken. Als dat is wat nodig is om te zorgen dat het veilig wordt en beschikbaar wordt en virusvrij wordt. En ik bedoel, dat kan allemaal wel, denk ik. Maar dan moeten er dus ook wat organisatorische barrières worden genomen. En ja, er is geld nodig om het te doen. Dat kan wel. Meneer Garnier? Nou, nogmaals, ik denk dat is die automatisering. Je moet van een huisarts geen systeembeheerder maken. Je moet een huisarts mensen laten weten maken. Maar mag ik dat tussendoor, terwijl ik al met mijn afronding bezig ben, maar dat is het enige wat me ook wel een beetje zorgen baart. Heb je straks niet kans dat we onze zorg te veel afhankelijk maken van die computer? Dus zorg, dat hoor je van elke patiënt, is toch met name het één-op-één gesprek. Ja. En niet een huisarts die alleen maar in zijn gegevens zit te kijken. Nee, maar dat zei men ook toen de groene kaart werd ingevoerd. Dus dat vind ik niet zo'n steekhoudend argument. Ik vind hem wel sterkhoudend, omdat ik wel bang ben dat het dat kan gaan gebeuren. Omdat de computer dan uiteindelijk de gegevens kan geven. 50 jaar geleden deed de huisarts het allemaal nog uit zijn hoofd. En toen vond ik dat ook best. En toen het werd laatst toen dat gestructureerd werd opgeschreven, toen was de klacht, die dokter zit alleen nog maar te schrijven, die kijkt mij niet meer aan. Nu is er een beeldscherm, nu is de klacht, die dokter zit alleen nog maar aan het beeldscherm. De zorg is ook zo complex, de vragen van de patiënt zijn zo complex, de mogelijkheden zijn zo complex. Je moet dat ergens vastleggen. Dus de ene dokter zal er wat handiger in zijn dan de andere. Je kunt je scherm op een bepaalde manier neerzetten, dat je eigenlijk langs het scherm. Ja, meneer Visser. En die afhankelijkheid die is er. Als het systeem plat is, dan sta je zo. Dan moet je inderdaad met papiertjes en handgeschreven recepten. Nee, ik heb het niet over de afhankelijkheid, ik heb over het contact. Ik heb het over de opmerking achter de kop. Natuurlijk is het prettig als je gegevens uit de computer kunt halen, maar als je te veel leunt op die gegevens en niet meer luistert naar wat een patiënt tussen de regels door en achter de komma zegt, bent u daar niet bang voor? Ja, dat gevaar is natuurlijk altijd als beroepsoefenaar, maar de huisartsen hebben er juist voor gekozen om dagelijks naar de klachten van de patiënt te luisteren. Dus dat is toch de core business van de huisarts. Meneer Visser, ja. Ik denk dat er over een 2010 een EPD is. Ik denk ook dat dat veilig kan als men de juiste prioriteiten weet te stellen. Wanneer een ziekenhuis elektrische schuifdeuren monteert omdat dat veiliger is, dan weten ze een prioriteit te stellen. Dat kan ook in de veiligheid van zijn automatisering. De verlichting aanpassen om de toegang in het ziekenhuis veiliger te maken, dat vinden we vanzelfsprekend. Waarom niet een veilige toepassing van de automatisering? Het is echt keuze maken. Ja, het zit hem in het woordje kan, hè? Ja. Toch? Ze kunnen die keus best maken. Okay. Ze kunnen ook de keus maken een nieuw ziekenhuis te bouwen. Dat gebeurt ook massaal. Tot slot even een reactie van Karin Spanjink op hetgeen wat hier gezegd is. Ja, nee, ik heb al veel genoeg gezegd. Laten we de hackers maar aan het woord zo meteen. Dat lijkt mij ook. Goed. Hartelijk dank. Geef ze een hartelijk applaus. Meneer Bouquet, meneer Kamphuis, mevrouw Van Bennekom, meneer Garnier, meneer Passeur. U mag hoor. U mag opstaan. Oh, sorry. Nee, maar het wordt even kort door de bocht uitgelegd. Het gaat natuurlijk om dat mensen de mogelijkheid moeten krijgen
om met bepaalde zaken niet akkoord te gaan. Het gaat ook niet om het, want het wordt wel een beetje door elkaar gehaald hier, het elektronisch medicatiedossier, het waarnemdossier en een totaal EPD. Dat is er nog lang niet in 2010 trouwens, want dat is nog niet een megaklus. Maar in het totaal EPD willen ook met name chronische patiënten toch de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld bepaalde gegevens voor bepaalde zorgaanbieders af te schermen. Dus het gaat erom dat je die positie in het proces geeft aan patiënten, weet dat die gegevens over hen uitgewisseld worden en als ze vinden dat bepaalde gegevens niet uitgewisseld mogen worden, dat ze dan ook de mogelijkheid hebben om dat af te schermen. Ja, het kunnen ook mensen zijn die zeggen, ik wil het helemaal niet. Maar ik verwacht heel eerlijk gezegd dat die mensen toch ver te zoeken zijn. Maar het kan altijd. Er zijn ook mensen onverzekerd in Nederland. Ja. Suzanne heeft nog. Wat was het? Suzanne, ja, Suzanne heeft nog een cadeautje. En komt ze. Suzanne, een cadeautje voor allemaal. De bloemen komen zo voor jou. Job de Haas van ITSX, een van de hackers die heeft meegewerkt, houdt een verhaal over de technische kant van de hack. Daarna Roland Vergeer van Fox zit een verhaal over de sociale kant van de hack. Job. Waarom is dat? We gaan hem even opnieuw opstarten.
somewhere out there, I believe in me. West of her is what I'd like to see. West of her, there's another place. Sun shines soft on another face. And a river falls on another sea. West of her is where I'd like to be. Roll on, just roll. Nee, het is echt heel erg. Er is een pinnetje in de kabel kapot. Ja. Hallo? Heel even uw aandacht. Er is een probleem met de kabelverbinding. Er wordt aan gewerkt. Neem ondertussen snel een drankje, maar ga nog niet weg, want de twee jongens die leggen nog uit. Twee heren, moet ik zeggen. Die zijn ook geen 13 meer. Ja. 5 minuten emergency break. Happy someplace east of me. Tried to keep myself in line. I've been bad, but I seem to get back in every time. Now I've been back, the place is all locked. Between the doorknob and the doorbell, somebody talked. Now it's leaving, leaving,
Say the world still is a story we made up to a rain. Conestoga wagons left tracks you can see from space. From the Northwest Passage to the Great Divide, everybody's looking for the other side. Audio, er is beeld. Ja, ik moet hem af. Nou, ik ga toch even afstaan. Oké, ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Job de Haas. Ik ben directeur van een bedrijf dat heet ITSX. En wij doen technische beveiligingstesten, noem ik het maar.
De rest van de mensen noemt het altijd hacken. En wat wij doen is dit soort tests uitvoeren op netwerken van bedrijven. En op die manier proberen we bedrijven te helpen hun beveiliging te verbeteren. En in dit geval hebben we het op een tweetal ziekenhuizen uitgevoerd. Het is niet zo dat wij dit soort onderzoeken doen om alle gaten boven water te krijgen. Wij proberen aan te tonen wat er kan met bepaalde middelen. Hoe zo'n aanval aan zijn werk gaat. En daarmee kan je hopelijk wat leren over waar je je beveiligingen het best zou kunnen verbeteren om dit soort dingen tegen te gaan. We hebben onze verhaaltjes een beetje in twee gesplitst. Mijn expertise is technische inbraken op softwareniveau, zeg maar. Er zijn ook manieren om zeg maar naar binnen te wandelen. Die zijn door een aantal collega's uitgevoerd van Fox IT. En Roland Vergeer zal dadelijk daar wat meer over vertellen. Zoals gezegd, wij maken misbruik van fouten die aanwezig zijn in software, in configuraties van applicaties, in wat applicaties bieden, maar wat eigenlijk niet de bedoeling was. En de technische term, de Engelse term is penetration testing. Wij proberen netwerken binnen te dringen. In dit geval hebben we dat gedaan via internet, met name. Ook de mensen die op locatie lang zijn geweest hebben vanaf een pc geprobeerd te kijken wat er in een netwerk beschikbaar was. Wat wij doen tijdens zo'n aanval is eigenlijk in kaart gaan brengen wat kan er nou. Wat biedt iemand nou op zijn netwerk aan het internet aan? Iedereen weet natuurlijk, ja, een ziekenhuis heeft waarschijnlijk een webserver en ze ontvangen mail. Maar misschien zijn er nog wel allerlei andere applicaties die men gebruikt waarvan wij het geen weet hebben, omdat ze dat intern gebruiken. Maar wij kunnen dat wel in kaart brengen door voorzichtig te gaan aftasten wat er allemaal mogelijk is. Vervolgens gaan we kijken, kennen wij zwakheden in dat soort diensten? Zijn die al bekend gedocumenteerd op internet? Of kunnen we zelf bedenken wat daarmee zou kunnen, wat niet de bedoeling is? Nou, dat hebben we hier ook gedaan. Dit is eigenlijk de simpele basissituatie zoals die bij iedereen geldt. Je hebt een pc, je zit thuis, je gaat over het internet en het bedrijf, het ziekenhuis, de dienst heeft een webserver. En die kan je gebruiken. En wij gebruiken zoiets eigenlijk op een wat andere manier dan dat de gemiddelde gebruiker doet. Als wij een website zien en die begint met dat blauwe HTTP, de URL, dan zie je dat daar eigenlijk een soort verwijzing in staat. Er staat een nummertje, pagina ID is en een getal. En als wij dat zien, dan gaan er meteen belletjes rinkelen. En dan denken we, hé, waarom is het 1, 2, 3? Misschien met een ander getalletje komt er wat anders tevoorschijn. Soms vul je daar een ander getalletje in en krijg je ineens een interne pagina te zien bijvoorbeeld. In dit geval hebben we een quoteje. Dus dat tekentje, dus één aanhalingstekentje. Dat voegen we toe aan de URL. En dan kijken we wat er gebeurt. En dan krijgen we ineens een hele lege pagina, staat bijna niks op. En ik denk dat iedereen van u gewoon meteen doet klik, bah, dat wou ik niet zien. Dit is niet wat ik zocht. Maar wij maken een rondedansje door de kamer. Want wat hier staat een soort Engelse tekst met een 2 en een 1. Dat is een stukje code. Dat is een stukje instructie die bedoeld is om de feitelijke pagina aan u te laten zien als u de website bezoekt. Als u zegt 1, 2, 3, dan zegt u eigenlijk tegen de webserver, ga voor mij pagina 1, 2, 3 halen in de database. En dat is wat die webserver dan ook voor je doet. Alleen, hij laat blijkbaar meer toe. Hij gaat nu zeggen, oh, je hebt een fout gemaakt. 1, 2, 3, quoteje, dat ken ik helemaal niet. Blijkbaar laat hij toe dat ik, zeg maar, commando's geef, uitbreid aan de database. Meer dan dat de bedoeling was van de websitebouwer. Oh, kijk. Een echte pointer. Ja, ik zal hem niet in mijn zak steken. Het ging zeg maar om dit stukje. Dat is een stukje instructie. Door nou die 1, 2, 3 te gaan manipuleren, kunnen we daar veel meer uithalen. Maar eerst zal ik nog iets vertellen over hoe is nou zo'n beveiliging ingericht. Want wat wij ontdekten bij die ziekenhuizen is dat die beveiliging aan de internetkant op een laag niveau, op netwerkniveau, best op orde is. We hebben firewalls. Mooi met een vuurtje aangegeven hier, maar de bedoeling is niet dat die brandt, maar dat die dingen tegenhoudt.
Het is een brandgat eigenlijk, een brandgang. En hier zit er weer een, naar het interne netwerk toe. Zodat als ik die webserver kraak, je niet meteen hier naar ergere dingen toe naar binnen fietst. De ziekenhuizen hebben dit, allebei. En bij één ziekenhuis zijn we op een server ingebroken en hield deze de boel tegen. Maar het werkt niet altijd. Maar terug naar die URL die we hadden gemanipuleerd. Als we wat meer gaan manipuleren, krijgen we hier een hele instructie. En wat zien we? Dit is het versienummer van de database. Die kunnen we opvragen. We zeggen gewoon, we willen die pagina en we willen ook het versienummer zien. En dan krijgen we hier Microsoft SQL Server. Dat is een type database, die kan je kopen. En die doen het heel behoorlijk. En dat betekent eigenlijk dat het commando dat ik uitvoer dus niet op de webserver wordt uitgevoerd, maar op een database server. Dus een ander apparaat, voor andere doeleinden. En die twee die werken samen. Zodat je dat in het plaatje ziet, dan blijkt die op een hele andere plek te staan. Hij blijkt al helemaal binnen te staan. En dat is de database waar de pagina's van de website staan. Zodra je dus deze database kraakt, kraak je niet alleen de database met de website, maar je kraakt ook de database met de patiëntengegevens, want die stonden daar ook. Dus men had zeg maar een aantal regels hier gevolgd. Je moet een firewall neerzetten, maar een aantal regels niet. Je moet datascheiding toepassen. Je moet niet dezelfde dingen die onbelangrijk zijn en minder gevaarlijk bij de hele gevoelige data zetten. Dit is alleen nog niet waar het ophield. Die databases zijn heel erg krachtig. Die kunnen van alles. Je kan op allerlei manieren instructies geven aan die database server om dingen voor je te doen. Je kan bijvoorbeeld tellen hoeveel patiënten er in de database zitten. Nou, dat hadden we gedaan. Dat waren er 1,2 miljoen. Of je kan tellen hoeveel huisartsen erin zitten. Dat waren er bijna 10.000. Goed, ik kom dadelijk nog wel terug wat er nog meer in zat. Maar je kan nog meer. Je kan ook systeemcommando's uitvoeren, noemen we dat. Vroeger had je een DOS-computer en dan moest je op zo'n zwarte boxje moest je allemaal dingen intikken. Nou, zo vergelijkbaar kan je ook op die database-server commando's geven. En dat konden wij ook. Dus we konden op het netwerk gaan rondkijken vanaf eigenlijk een soort basisniveau. Dat kon, merkwaardig genoeg, met iets dat heet administratorrechten. Dat zijn ongeveer de hoogste rechten die je in een netwerk kan krijgen. En in dit geval ook nog eens een keer binnen een domein. Dat wil zeggen een heel groepje computers die allemaal hetzelfde account hebben, administrator, die alles mag op dat hele groepje computers. Dus dat mocht die database server allemaal. Dus ze waren in één keer eigenlijk de hoogste beheerder binnen hun netwerk. Dus we hadden niet alleen de patiëntengegevens in die patiëntendatabase, maar we konden ook alle werkstations herconfigureren. Of we konden, je kon doen wat je wil eigenlijk. Je had een heel cluster, je kon ook allerlei andere berekeningen laten uitvoeren als je daarin geïnteresseerd was. Je bent meer dan waarschijnlijk elke individuele systeembeheerder in het bedrijf. Want binnen het bedrijf zijn vaak de rechten netjes verdeeld. Die mag dat, die mag dat, die mag dat. En dan hebben we een heel speciaal account, daar mag niemand aankomen, dat gaat in een kluis. En dat is het domein administrator. Dat is alleen wat de database doet. En dat waren wij dus ook. Om het makkelijk te maken, functionaliteit is belangrijk, toegang is belangrijk, het moet altijd beschikbaar zijn, waren alle databases gelinkt in het bedrijf. Dat betekent dat je op database niveau ook nog eens een keer gewoon van de ene database naar de andere kan springen. We konden ook in de telefooncentrale database kijken. Want die was ook om een of andere reden gekoppeld. De ontwikkeldatabase, met alle ontwikkelingen van de nieuwe EPD-applicaties, konden we ook allemaal zien. Dus alle data in het ziekenhuis, alle gegevens die je maar wilde weten, waren beschikbaar. Via een pc, via het internet, door dat gekke schermpje met die foutmelding, door de firewall, via de database en vervolgens het hele netwerk op. Even slokje, want ik was er echt voor geschrokken. Dit is een niveau, dat komen we niet vaak tegen. Zeg maar, om even een ordening aan te geven in beveiligingen. Wij doen dit soort beveiliging voor banken, voor telecombedrijven, ook voor MKB. En dit is zeg maar een MKB niveau. Het is een niveau waar je niet genoeg geld uitgeeft aan beveiliging.
waar het niet de prioriteit heeft. Zaken doen heeft de prioriteit bij het MKB. Sorry. Zorgverlenen heeft hier waarschijnlijk de prioriteit. Maar het heeft wel gevolgen. En dat is natuurlijk, nou ja, het is hier genoeg aan de orde gekomen. En ik kreeg de indruk dat de meeste mensen ook wel een beetje op de hoogte waren dat dit soort dingen blijkbaar konden. Maar het is niet het niveau wat weerspiegelt de gevoeligheid van de data die hier, zeg maar, in zit. Nog even terugkomen wat er in het panel gezegd werd over de DNB. Als wij een onderzoek doen als dit voor een bank, dan gaat dit rapport naar de DNB. In het hele pakketje wat de bank elke keer moet opleveren voor de DNB, om te controleren of de bank wel netjes controleert of de beveiliging op orde is. Dat soort controles zou hier ook veel meer binnen een standaardprocedure moeten worden afgedwongen. Nou ja, ik word ingehuurd voor een beetje een zieke geest om te kijken wat je met allemaal dingen kan. Hè, meer een beetje criminele inslag, vervelend doen, dat soort dingen. Ik heb hier maar, dit stelt niet zoveel voor, het zijn namen en gewichten en nummertjes. Dit ging over besmettingen. Maar als je kijkt wat een hoeveelheid data in deze databases beschikbaar is, wat je over mensen te weten kan komen en meer nog, denk ik, de data mining die je toe kan passen op dit soort data. Want individuele gevallen zijn niet zo interessant. Het maakt niet zoveel uit dat iemand dat had en dat je daar dan mee naar de pers gaat of zo. De enorme potentie aan data mining van dit soort data, ik denk dat je daar echt goud geld mee kan verdienen. En dan maakt het niet uit, ik ben geen verzekeraar, en maar ik denk zelfs als ik gewoon een chagraar was, dan wist ik daar ook nog wel geld uit te slaan. Goed, het is een beetje een technisch praatje. Ik denk dat zeg maar de discussie er net al heel goed de hoger liggende problemen heeft aangegeven. Technisch gezien is men gewoon niet op het niveau dat men moet zijn om dit soort problemen op te lossen. Ook de gesprekken die wij nu met het ziekenhuis hebben gehad over hoe dit kon gebeuren, geeft aan alle kanten weer dat men niet in staat is zelfs dit op korte termijn op te lossen. Dit zit inherent in het hele ziekenhuis op deze manier geregeld. En deze oplossingen kosten jaren om door te voeren. Scheiding in segmenten van je serverpark. Het gaan beveiligen van je serverpark op het hoogste niveau. Nu was internet de boze buitenwereld. Maar je serverpark moet net zo beveiligd zijn tegen je interne netwerk als dat je webserver beveiligd is tegen het internet. We hebben 2 weken rondgescharreld in het netwerk. Enorme hoeveelheden dataverkeer getrokken. We zijn niet ontdekt. Niemand heeft iets gemerkt. En ik denk ook niet dat ze in staat zijn om het te merken. Goed, dit waren nog wat losse opmerkingen. 1 belangrijk punt is denk ik ook, niemand houdt rekening met falende systemen. Iedereen bedenkt van, het moet beveiligd worden. Dan doen we die maatregel en is het afgedekt. Maar wat als die ene maatregel faalt, daar wordt heel weinig over nagedacht. En wat je nu ziet is dat er is eigenlijk 1 beveiliging geweest, dat is de firewall, en die faalde en vervolgens was het open. En dat is iets waar veel meer over nagedacht kan worden, van hoe zet je dat soort lagen op. Ja, dat was een korte, maar krachtig verhaal. Al zeg ik het zelf. En dan wou ik het woord geven aan Roland.
Oh ja. Ja, dit is het meest gelikte gedeelte van mijn presentatie. Die hadden we nog liggen. Ben ik te verstaan? Mooi. Oké, ja, we hebben net het hele technische verhaal gehad van Job. We hebben ook nog een ander stukje beveiliging getest. Normaal gesproken, als je het hebt over audits, als je gaat kijken naar systemen van wat er allemaal fout kan gaan, dan zijn er twee dingen. Ten eerste het zuivere technische plaatje, maar ja, techniek alleen is niet voldoende. Er moeten ook mensen mee werken. En dan kom je terecht bij organisaties, processen en meer van dat soort grappen. En dat hebben wij voor het grootste gedeelte getest. De soort test heet social engineering en daar kom ik zo meteen op terug. Nou, misschien ook even leuk om te weten, als je dit soort onderzoeken doet, de mensen die denken vaak dat wij zo bezig zijn. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Het is allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Een van de dingen die voor dit soort testen nodig zijn, en daar blijf ik altijd op hameren, mensen vergeten dat vaak. Criminal mindset. Als je niet kunt denken als een aanvaller, als een kwaadwillende, dan heeft zo'n test ook geen zin. Mensen die hun eigen systemen testen, die gaan er vaak vanuit dat die systemen worden gebruikt zoals zij ze bedoeld hebben. En die houden geen rekening met onverlaten die systemen gebruiken op manieren zoals ze helemaal niet bedoeld zijn. Nou, dit is een voorbeeldje van wat wij dan een attack tree noemen. De opdracht was de patiëntdossiers te verkrijgen. Nou, er zijn redelijk wat manieren om dat voor elkaar te krijgen. Wij hebben gekozen voor een tweetal manieren die ik hierna zal bespreken. Wat we bij de meeste testen doen is, we gaan op zoek naar wat dan in het jargon wordt genoemd laaghangend fruit. Nou, dat laaghangende fruit makkelijk te pikken. En letterlijk en figuurlijk. Dan heb je het vaak over verouderde software, verkeerd geconfigureerde systemen, zwakke wachtwoorden. En een laag beveiligingsbewustzijn bij gebruikers. Nou, met name dat laatste, daar kom ik zo meteen, ga ik daar iets dieper op in. Waar we mee begonnen zijn is een eerste geautomatiseerde zoekslag. We hebben toch weer gebruik gemaakt van de techniek. We zijn gaan scannen, zoals dat heet. En daar kwamen een aantal systemen daardoor naar voren. Systemen die gewoon te bereiken zijn op het internet. Een van die systemen die vroeg om een gebruikersnaam en een wachtwoord. Interessant. Nou, dat systeem dat staat keurig te wachten voor een gebruikersnaam en wachtwoord. Degene die het systeem gebouwd heeft, die verwacht ook dat de gebruiker netjes zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord intikt. En als hij het goed gedaan heeft, dan zorgt hij er ook voor dat er niks anders ingetikt kan worden. Nou, een van de dingen die we als eerste doen, dat is priegelen. Kijken wat ik er nog meer mee kan doen. Verrassing. Het tildeteken. Dat bleek als gebruiker, als je als gebruikersnaam tilde invoerde, dan kom je gewoon binnen en had je geen eens een wachtwoord nodig. Nou, we hebben dat account redelijk vaak gebruikt. Helaas was het vandaag afgesloten. We hebben redelijk lang ook huisgehouden op die server. En we hebben daar een aantal dingen op ontdekt. Op het eerste gezicht was het allemaal niet zo erg interessant. Er stond een interne telefoongids op, procedurelijsten, systeembeschrijvingen. Een paar gebruikers namen wachtwoorden, maar dat waren systemen, ja, die waren semi-openbaar. Dus die waren voor ons niet interessant. Dus gingen we verder zoeken. Even tussendoor. Ik heb het net al gehad over beveiligingsbewustzijn van personeel. Nou, hoe meet je dat? Onder andere met social engineering. Wat is social engineering? Met social engineering pak je eigenlijk de zwakste schakel in de hele beveiligingsketen aan. En dat is altijd de mens. Je kunt voor miljoenen dingen beveiligen. Maar als je een aap achter het toetsenbord zet, die continu vergissingen maakt, ja, dan heb je een beveiligingsprobleem. Terug naar de telefoongids. Die telefoongids, daar stonden namen in van gebruikers, systeembeheerders, van alles en nog wat. Telefoonnummers, soms ook 06-nummers, soms ook thuisnummers. Functieomschrijvingen. Kortom, voor ons was dat een hele mooie lijst potentiële doelwitten. Met name die functieomschrijving en die 06 en thuisnummers maakt het heel erg makkelijk om mensen rechtstreeks aan te kunnen spreken.
En mensen die te goede trouw zijn, die denken al vaak van, nou, als iemand weet dat dit mijn thuisnummer is, als ze weten dat ik medisch doktersassistente ben, dan is dat vast iemand van het ziekenhuis. Nou, een van de principes van social engineering, dat is Shiva. We maken gebruik van shoulder surfing, hulpvaardigheid, ijdelheid, vertrouwen en angst. Ja, die shoulder surfing is eigenlijk stupidity, maar dat vond ik voor deze presentatie niet kunnen. Maar ik zeg het toch maar eventjes. Daar maken we dus graag gebruik van. Oké, hoe zijn we begonnen? Via het telefoonboek zijn we op zoek gegaan naar geschikt medisch personeel. We hebben een tweetal rollen bedacht, namelijk de rol van een enquêteur en de rol van een helpdeskmedewerker. En we hebben een tweetal stukjes genomen waarop in wilden spelen, hulpvaardigheid en angst. Het eerste stukje, je moet je voorstellen, je bent aan het werken, in het ziekenhuis. Je wordt opgebeld door een enquêteur en die vraagt of hij wat vragen mag stellen over de automatisering. Ben je er tevreden mee? Ja hoor. Vind je de snelheid van het netwerk snel genoeg? Natuurlijk. Welke programmatuur gebruik je het meest? Een hele rits gebruikers of programmanamen. Wat is uw, aan het eind van het interview wordt er dan gevraagd, nou, dank u wel voor uw medewerking en wat is uw gebruikersnaam? Oh, bedoelt u soms mijn login-ID? Ach, ja, dat bedoel ik. Nou, dan heb je al een klein stukje van de informatie die je nodig hebt. Je weet wat het jargon een beetje is door te praten met die mensen. En je begrijpt een beetje wat ze moeten doen om toegang te krijgen tot een computersysteem. Tweede deel, dan spelen we in op de angst van mensen, in dit geval dataverlies en behulpzaamheid. De aanvaller die doet zich voor als helpdeskmedewerker en die gaat bellen. Nou, in dit geval waren het een hoop mensen die plotseling hun gegevens kwijt waren. De helpdesk die bood aan om te bemiddelen. Nou, die gebruikers zijn meestal gelijk ten einde raad. Als je zegt, er is een grote kans dat uw gegevens verloren zijn gegaan. Die mensen die gaan frieken. Dat is onmogelijk, dat kan niet. Als je dan zegt dat je een en ander wel op kan lossen met hun medewerking, nou, dan willen ze graag meewerken. Met een paar toetsaanslagen zeg je dan dat je de meeste data terug hebt gehaald. Alle data wordt teruggezet. Wil meneer zijn oude wachtwoord houden? Ja, dat wil meneer graag. Nou, wat is dan uw oude wachtwoord? Tik, 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 tik. En op die manier kom je aan je informatie. Succespercentage. In dit geval 100%. Ik doe het al een tijdje bij behoorlijk veel verschillende bedrijven en industrieën. Ik heb nog nooit zo'n hoog slagingspercentage gehad als hier. Erg prettig werken. Kom ik later op. Fysieke beveiliging, die hebben we ook getest. We zijn de ziekenhuis ook binnengegaan. De ingang van de ambulance, daar vond geen toegangscontrole plaats. Dus daar zijn we maar naar binnen gelopen. De mensen daar die droegen allemaal netjes toegangspasjes, wij niet. We zijn daar niet op aangesproken. We zijn brutaal weg naar binnen gelopen. We hebben een beetje heen en weer gedrenteld. Het halve ziekenhuis doorgelopen. En we hebben op een gegeven moment maar een kamer voor onszelf gereserveerd. En toen bij de spreekuur. Dokter Vergeer die zat achter zijn pc. Er was voorzien van allerhande inloggegevens. Er was echt één probleempje. We zaten daar zo. De verkregen wachtwoorden die werden gebruikt. Nou, we konden inloggen op het netwerk. Het enige probleem was, we hadden nog een tweede wachtwoord nodig om de applicatie te kunnen gebruiken. Nou, gelukkig stond er een telefoon. Weer wat mensen gebeld, dit keer voor het controleren van een naam en wachtwoord. Want er waren een aantal gebruikers-ID's die waren besmet geraakt door een virus. Nou, die naam en wachtwoorden die werden gecontroleerd. Dat is misschien wel even leuk om te vertellen. Het mooiste geval was een mevrouw die dan zei van, nou, nadat u mijn wachtwoord heeft gecontroleerd, wilt u dan gelijk ook het wachtwoord van mijn collega, want dat weet ik ook. Nou. Graag. Nou, met die wachtwoorden, we hadden er een flink aantal. We hebben met het wachtwoord van de ene persoon op het netwerk ingelogd, met het wachtwoord van de andere persoon op de applicatie ingelogd.
We hadden niet voldoende toegang, dus we hebben een aantal andere wachtwoorden vergaard. In totaal pak een beetje iets van 15. En op een gegeven moment hadden we dus redelijk wat toegang. Onder andere tot patiëntengegevens, NAW-gegevens, medische historie, fotootjes. Nou, dan moet je denken aan zoiets. Nog meer gegevens, mooie plaatjes. Op een gegeven moment hebben we de gegevens van 8000 patiënten opgevraagd. Die konden we niet wegschrijven, dat kon de applicatie niet. Dus we hebben een printer aangemaakt in het systeem. En we hebben de boel weggeschreven naar een bestand. En dat bestand konden we dankzij de USB-poort makkelijk naar buiten sluizen. En daar gingen we er vandoor met de gegevens van 8000 patiënten en een handjevol wachtwoorden. Zo snel als ik het nu vertel, ging het niet. Maar het ging wel erg gemakkelijk, moet ik zeggen. Nou, Job gaf net al een aantal oorzaken aan. Ik plak er nog een paar aan. Laag beveiligingsbewustzijn. Als ik dit had geprobeerd bij een bank, dan was het eerste wat de medewerkers hadden gevraagd, als ik zei van mag ik uw wachtwoord. Het eerste wat ze hadden gevraagd is mag ik u even terugbellen. Dat is een hele simpele beveiligingsmaatregel, maar je voorkomt er 80% van de problemen mee. Er was geen detectiemogelijkheid. We hebben de webservers flink op een donder gegeven. We hebben redelijk wat zitten knoeien in het netwerk. Pas vandaag werd de tilde die we gebruiken, die werd afgesloten. Je had ze verteld. Dankjewel. Nee, dat is goed. Het is goed dat je het gedaan hebt. Er zit een flink gat tussen beleid en praktijk. Er zei net al iemand van het panel die zei van ja, die hele beveiliging, dat zit eigenlijk veel te laag. Klopt. Aan de andere kant, als je helemaal naar boven kijkt, dan staan daar normen, code van informatiebeveiliging, de NEN. Dat vinden mensen prachtig. En die normen, daar worden dikke bundels papier van gemaakt en die worden geïmplementeerd. Maar er is niemand die controleert of die implementatie ook echt gebeurd is. Er is niemand die aan de onderkant gaat kijken. Er staat hier dat er een firewall is die al het vijandige verkeer tegen moet houden. Is dat ook zo? Er is niemand die dat controleert. Vandaar dat het voor ons ook op sommige gebieden erg makkelijk was om binnen te komen. Er is geen verificatie. Systemen die normaal gesproken aan het internet hangen, die moeten getest worden of ze veilig zijn of niet. Nou, dat is hier blijkbaar niet gedaan. Geen afdoende systeembeveiliging, wat Job net al aangaf. En er zijn natuurlijk een aantal maatregelen die je kunt nemen om dat soort grappen te voorkomen. Nou, een van de maatregelen is het trainen van je IT-staf op securitygebied. Die mensen zullen vast erg goed zijn in hun werk, maar van beveiliging hebben ze op sommige gebieden niet veel kaas gegeten. Bewustwordingscampagnes voor de rest van je personeel. Er zei net iemand in het publiek al van ja, een verpleegster, daar kan je niet van verwachten dat ze zich continu bezighoudt met beveiligingen. Dus dat is de taak voor de beveiligingsfunctionaris om te zorgen dat ze af en toe wakker wordt geschud. Met posters, met mensen die door de gangen lopen om te kijken of er pc's aan blijven staan. Met een programma wat checkt of de wachtwoorden die je kiest wel veilig genoeg zijn. Ik ben een paar keer het wachtwoord geheim tegengekomen. Nou, dat is geen veilig wachtwoord. Beveiliging periodiek testen. Nou, dat lijkt me logisch. Compartimentering. Het laatste netwerk wat we bekeken hebben, voor zover wij konden zien, was net wat Job al net zei. Aan de buitenkant zit alles netjes dicht. Aan de binnenkant praat alles met iedereen en mag iedereen overal bij. Dat is een ongewenste situatie. Je wil sommige servers alleen maar toegankelijk maken voor die gebruikers die daar toegang voor hebben. De rest mag er niet bij. Gevoelige gegevens, als het echt gevoelig is, versleutel je ze. Zodat als de systeembeheerder er vandoor gaat met de harddisk of een kwaadwillende iemand het ziekenhuis binnenkomt en met een USB-stick voor het gegevens vandoor gaat, dat ze versleuteld zijn en die er niks aan heeft. Detectie, zowel detectie op fysiek niveau. Mensen moeten elkaar kunnen aanspreken. Waarom draag jij geen pasje? Als detectie op digitaal niveau. Ik vind het vreemd dat mensen het logisch vinden dat als er 's nachts een groot gebouw in het midden van een industrieterrein niks staat te doen, dat er dan mannetjes zijn in een hokje die continu allerlei beveiligingsapparatuur in de gaten houden. Zodra er een inbraakalarm afgaat, racen ze met een autootje met een zwaailichter naartoe en kijken ze waar de inbrekers zijn. Iedereen vindt dat heel normaal. Als je kijkt naar IT-systemen, detectie, ja, dat vinden we maar overbodige luxe. Nou, onzin natuurlijk. Juist die detectie, wat Job net al aangaf, hou er rekening mee dat systemen kunnen falen. En als systemen falen, zorg er dan voor dat je dat merkt.
En niet, ik heb ooit een vergelijking gemaakt, het is net als een bodyguard die achteraf kan zeggen, ja, hij heeft mijn baas doodgeschoten. Nee, je wilt van tevoren weten, je wilt zien dat er iets aan de hand is. En dat kan alleen maar met goede detectieapparatuur. Nou, dat was ik, Ronald Vergeer. En dit is mijn hele mooie eindslijt. Job, of je ook nog even wil komen. Luis, ja. Ze waren niet de enige twee, die vanavond spraken. Er waren meer mensen die hebben meegeholpen. Bert Kiers, kom maar. Dus. Hans van der Looy, van Marie van Gorka. Alex Leheu. En wie mis ik? Matthijs van der Wel. Matthijs. Een fles champagne, dat had ik beloofd aan ze. En voor... Het laatste woord is aan Judith van Erve, woordvoerder van Access for All, als ze niet omgevallen is van deze hitte. Judith. Ik dacht even dat ik geflankeerd zou worden door al deze heren, maar helaas. Nou, blijf je er zelf bij. Ik zal het kort houden, want iedereen heeft het warm en heeft dorst. Ik wilde de hackers hartelijk danken voor het inzichtelijk maken van de problemen. Een van de redenen dat de media de afgelopen dagen er enorm is opgesprongen. En ik wil ook nogmaals dank uitspreken aan de mensen die hier vanavond hun deskundige mening hebben weergegeven. En Inge Diepman die het vakkundig heeft geleid. Ik ga even heel kort vertellen waarom we deze serie zijn begonnen. Access for All bestaat dit jaar 12,5 jaar. Ik wilde het eerst de next 12,5 years noemen, maar dat bekt niet zo lekker. We hebben sinds 1993, toen we zijn begonnen met internet, altijd veel aandacht gehad voor maatschappelijke aspecten. Dus dat ging bijvoorbeeld over vrijheid van meningsuiting, over toegang tot informatie, over het gebruik van open source. Dat is software waarbij de broncode... openbaar is, waardoor veel mensen zich bezig kunnen houden met het verbeteren van die software, waardoor dat bijvoorbeeld ook een stuk veiliger wordt. Twee hele belangrijke punten waar we veel mee bezig zijn, privacy en security. Dat doen we door het middel van rechtszaken en het aanzwengelen van debat, bijvoorbeeld de bewaarplicht waar Karin het over had. Maar dat doen we ook in onze dienstverlening. En dat zeg ik niet omdat ik u graag een internetabonnementje wil verkopen. Maar omdat ik denk dat wij profileren ons heel erg in een markt die heel, heel erg concurrerend is op dit moment. Doordat wij iets extra's bieden. En ik denk dat ziekenhuizen hier een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. En ook zij zich zouden kunnen onderscheiden op het gebied van privacy en security. Want met de toenemende marktwerking in de zorg en de keuze die de consument heeft. De patiënt gaat shoppen. Zou het toch heel fijn zijn als de patiënt kan kiezen voor een ziekenhuis waar het allemaal goed is geregeld. Nog even naar de 10 jaar. Afgelopen 10 jaar zijn er veel dingen gebeurd op het gebied van internet. 10 jaar geleden waren de dingen die er nu achterhaald zijn, waren 10 jaar geleden eigenlijk onvoorstelbaar. Wij vroegen ons af... bij Access for All, wat er eigenlijk de komende 10 jaar nog gaat gebeuren. Maar vooral wat voor impact dat heeft op hoe mensen met elkaar leven. Daar is de Next 10 Years uit voorgekomen. Het is een initiatief van de medewerkers. Ik vind dat heel bijzonder. Er zijn weinig bedrijven waar medewerkers zo betrokken zijn op het gebied van de dienstverlening die wordt geleverd. En wat dat doet met de mensen om hen heen, de klanten. Maar ook de klanten van andere providers. En ik wilde Nijgen van Dipmaar
hartelijk danken dat zij dit avontuur met ons aan durft te gaan. En vooral wilde ik Karin danken, die... het is heel warm. Cheers. En vooral wilde ik Karin danken, die deze hele complexe problematiek op een hele heldere, toegankelijke manier in kaart heeft gebracht. En dat heeft ze op een hele bijzondere wijze gedaan. Hartelijk dank. En daarvoor ook voor jou bubbeltjes. Nog één ding voordat iedereen zich naar de bar spoedt. We hebben boekjes. En die worden zo meteen uitgedeeld. Het volgende boekje gaat over gaming. Ik heb begrepen dat als je veel gamet, dat je dan een betere arts wordt. Dus misschien zien we u allemaal weer terug. Tot over een half jaar. It's my home. Last night I dreamt that I grew wings. I found a place where they could hear me when I sing. Cameras breaking through the morning mist, pressing businessmen, tycoons, Episcopal philanthropists lost in their appraisal of the body of a woman, but always sober lowlands. Clouds clung the mountains without strings. Last we saw some people. We saw some people huddled up against the rain that was descending like railroad spikes and hammers. They were headed for the border, walking and then running, and then they were gone into the fog. But Anne said underneath their jackets she saw wings.